Zo, dat hakt er meteen lekker in, jongens. Als jullie toch lekker aan het twitteren zijn, doe dan ook even pay as you like. En dan kunnen wij nog doorgaan met dit soort programma's. Want, welkom vanavond bij de making of Schoon Schip, oftewel, gewoon Nederlands, de totstandkoming van de meest duurzame plek, of de duurzaamste, woonwijk, duurzaamste woonwijk op het water, drijvende woonwijk. Daar gaan we het over hebben, dus de making of, de totstandkoming. Dus we gaan kijken, hoe is dat totstandkoming, hoe is dat ja, ontstaan? Wat voor mensen heb je daar nodig? Wat voor een ideologie heb je daarvoor nodig? Heb je daar nou een hele dikke portemonnee voor nodig of juist niet? We gaan het allemaal even goed bespreken met de mensen van het eerste uur, met de mensen die er wonen. We krijgen ook te horen hoe het smart grid in elkaar zit, hoe dat zo slim die energieuitwisseling geregeld is. We horen over het ontwerp en we horen over hoe we dit nou voort kunnen zetten in de toekomst. Wat zijn de lessen die we hieruit kunnen leren? Dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar daarvoor moeten we dus even kijken van, wat is die tot stand gekomen? Hoe is dit tot stand gekomen? Wat voor type mensen heb je daarvoor nodig? Want laat u eens even zien. Wat zijn de type mensen? Waar zijn de schoonschippers? Ja, willen jullie allemaal even staan? Kijk, dit zijn de types. Dit zijn de types. Dit zijn de types, jongens. Kijk ze even goed aan. Dus stel dat je dit wil als dromer. Dit zijn de types. Het zijn hele verschillende types. Sta even op, jongens. Schoonschippers, sta even op. Ja, dit zijn ze. Woehoe. Kijk, daar zit ook iemand die op jou lijkt bij. Ja, baard. Heb je haar laten groeien. En daar, kijk, dat zijn ze hele gewone mensen. U mag weer gaan zitten, jullie zijn het. Jullie zitten er al. Wie zijn hier in de zaal aan het dromen hierover? Denken van, dit wil ik, hè? Dit zijn de doeners, dit zijn de dromers. Jullie zijn aan het dromen. Ja, absoluut. Ja. En waarvoor, echt, jullie kennen het goed, jullie zijn er geweest? Nee, helemaal niet. Daarom dus, komen we hier nu. En waar komt die droom vandaan? Wat zou je willen op het water? Wat trek je het meest aan? Ja, water, buiten, minder steen om je heen, ruimte. En jij? Duurzaam en dat je vrij bent en dat je zeg maar vrij bent in dat je ook nog iets bijdraagt en niet vastzit aan een enorme hypotheek en allerlei banksystemen. Denk ik, maar ik heb geen flauw idee. Dat ga je allemaal horen. Jongens, heb je dat onthouden? Wie zijn nog steeds meer de dromers hier? Jij droomt, hè? Ik zie het aan je. Ja, je bent al weg. Ja. Vertel, waar droom jij over? Nou, voor mij is zo'n combinatie van de duurzaamheid en zelfvoorzienendheid. En dat dan ja, het liefst toch in groepsverband. Want er zit ook veel in de sociale krachten, volgens mij. Ja, dat groepsverband, dat is nog wat ik mis. En u ook? Droomt u ook? Ik droom wel, maar niet. Ik heb al een schip. Al, dus je bent eigenlijk een voor. U bent eigenlijk een loopt al voor. Ik heb ik heb sinds een jaar ook een sedumdak daarop. Okay. Kijk, en ook collectief? Hij ligt in het centrum van Amsterdam. Oké, nou dan heb je al een heel collectief om je heen eigenlijk. Hè? En wie waren nog meer dromers? Wie wilde ook hier voor de inspiratie? Jullie zijn die allebei voor de inspiratie? Beide? Niet gezamenlijk? Jullie wel. En jij ook? Ja, zeker. Ja, ja. En waar droom jij van? Ook om een zelfvoorzienende wijk te realiseren. Dat lijkt me heel gaaf. Je wil een hele wijk meteen realiseren? Ja. Ik heb al helemaal ideeën erover. En, absoluut. Ja. En waar ben je nou het meest benieuwd naar? Even kijken, vanavond, nou toch het proces denk ik, totstandkoming van met name het groepsproces en hoe dat gewoon door de jaren heen gebeurd is allemaal. De jaren heen, hè? Een dik decennium, hè? Dus dat ga je zeker horen. En u? Ja, ik heb ooit voor mezelf een botenplan bedacht voor als ik later zonder pensioen nog doorleven moet. Ja. Tiny house is drijvend en toen is er een heel plan ontstaan en daar lijkt dit redelijk op. Dus voor mij is het wat mobieler en met het dorp op het water en werkende groepen op het water. En, oh, je bedenkt ook groot, dat is voor je pensioen. Ja, nee, maar dat is een soort visie. Een visioen, een prachtig, een droom eigenlijk. Ja. En dan zou je dan voor anderen zou je dat realiseren? Ja, dus voor heel veel mensen die hetzelfde probleem hebben eigenlijk. Ja, ook duurzaam, off the grid, met de hulpinstanties verbonden die mensen weer helpen. Dat zijn allemaal oudere mensen, die hebben hulp nodig. Het sociale netwerk ook, hè? Dus heel goed. Nou, dromers en doeners, fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen met de inspirator van dit geheel, Pauline Westendorp. Kom even naar voren. Pauline Westendorp heeft namelijk een ongeluk. Die is al, volgens mij, sinds... 1900. je hebt ook een beetje 19e-eeuwse uitstraling. Nee, Pauline, je bent al bezig vanaf 2001, hè, sinds de...
sinds de Twin Towers gedoe, dacht je van het leven moet anders. Je bent al heel lang bezig met allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid, vooral duurzame energie. Hè, dat is iets waar je op hebt gericht. Maar, we hebben het vanavond over schoon schip. Jij ontving de dame die het uiteindelijk, die we straks ook erbij vragen. We zeggen niet wie. We zeggen nog niet wie, want het moet wel een beetje spannend blijven. Dat was 2008, 11 jaar geleden. Ja. Jij ontving Marjan op jouw woonboot. Ja. En hoe zag jouw woonboot er toen uit? Want zij woont ook op een woonboot. Beschrijf even, hoe zag die er toen uit en hoe duurzaam is die nu? Ja. Ik woon in een woonboot in Amsterdam-Zuid. Achter het Olympisch Stadion liggen 180 arken, allemaal netjes in rijtjes. En daar hebben wij een woonboot die toen een pelletketel had, nog steeds. Pelletkachel, zonneboiler, 10 vierkante meter voor de kenners. En nu 12 zonnepanelen, toen waren er denk ik 4, die eerste, of 3, die van Shell hadden we nog. En toen dat Shell was 2008, hè? 2008, ja. Dus we waren toen net zelfvoorzienend. We koken toen en nu nog steeds op gas. Dus we hebben wel 2 gasflessen per jaar. Ik hoop nog steeds dat het een biogasfornuis wordt. Oh ja, precies. Dat bestaat ook. Maar dat dus dat je gewoon 2 biogasflessen per jaar hebt. Maar zo is het. Dus zo hout zag het er toen en zon. Uit. Ja, zo zag het er toen uit. En je zat met je pasgeboren zoon op schoot. Ja. En toen kwam Marjan binnen, want die was geïnteresseerd in de gewoonboot. Ja, Marjan die deed voor Rabobank in Weert deze een filmpje. Daar hebben we net even over gehad waar dat eigenlijk over ging. Duurzaam ondernemen, duurzaam wonen. En die kwam, werd door op de gewoonboot kwam ze en daar zag ze Jan van Joanne, die zit daar. Dat is het gewoonbootkoppel. Ja. En de gewoonboot lag in Noord naast op de NDSM-werf, naast café Noorderlicht. En dat was een boot die door een woningcorporatie, ja daar ligt die. Ja. Woningcorporatie uit Zwolle, die had dit gebouwd voor een 100-jarig bestaan. En die was helemaal los. Die was echt die is helemaal autarkisch. Ja. En die is gebouwd eigenlijk als een showcase of ook echt om op te wonen? Ja, er is op gewoond door huurders van hun om dat op te testen. Oh, en ja. Zelf, ze hebben ook die 2 heren, de 2 vaders, die hebben er ook zelf op gewoond. Oh ja, dus dat was de eerste. Dat was in 2008. Ja, deze hebben we in 2007 naar Amsterdam gevaren. Ja, ja. En dat was een enorme, inspiratie. We komen zo ook, komt Marjan erbij zitten, anders hebben we het de hele tijd over en is het niet bij. Maar dat was het begin. Ja. Hoe raakte jij daarbij betrokken? Bij deze? Ja. Eigenlijk had ik dat gelezen, dat hij in Zwolle lag en dat we mochten kijken. Dus ben ik daar met 3 of 4 buren naartoe gegaan, van mijn buurtje. Ja. En toen bleek hij te koop te zijn. Toen zei ik, nou, ik wil hem wel kopen, maar ik heb geen geld. En toen heeft de woningcorporatie De Kei, heeft hem gekocht. En die heeft hem naar Amsterdam gevaren. En die hebben hem eerst gehuurd en toen hebben ze daarna gekocht. En daarna verkocht aan Jan en Joanne. Die elkaar ontmoet hebben op die boot. Ja, over het romantische wil ik eventjes. Viool, wie heeft er een viool? Wat mooi. Oh god, kind. Hey, maar, maar jullie zijn eigenlijk een soort de oervader en moeder van het wonen op zo'n autarkische schuit. Nou, we hebben er niet op gewoond, want Jan en ik zijn bij Paulien. We mochten daar niet wonen op die plek. Omdat dat de hele gebiedsfunctie is niet wonen. Het is nog zware industrie. Dus we mochten daar alleen maar op ondernemen. Of zoals Paulien had, een kenniscentrum. Duurzaamheid. Dus dat mocht wel. Dus we hebben hem overgenomen. En wij zijn niet zo goed als Paulien in subsidieaanvraag en educatiedingen. Maar we waren wel goed in dienstverlening. Dus we hebben daar vergaderlocaties van gemaakt. Waarbij we bedrijven inspireren voor duurzaamheid. En die komen hun duurzame visies daar bespreken. Nou, dat lijkt me heel goed. Dan hoef je helemaal niet goed te zijn in subsidieaanvragen. Maar jullie zijn er toch wel stiekem af en toe even gaan slapen, een nachtje? Ik ben niet Jan. Oh, dat is niet Jan. Maar dat zou wel wat kunnen worden. Dat is Bas. Maar ben jij er dan niet stiekem gaan slapen? Jij zit helemaal van, oh, er is hier echt iets aan de hand. Nee, maar ben jij er gaan slapen? Nee, ik heb er nog niet geslapen. Nee. Dat was ook wel echt een vereiste. We mochten daar alleen maar liggen. Als we er niks gingen doen met slapen, wonen, of dat wilde de gemeente echt niet hebben. Nee. En hij ligt nu bij Noorderlicht, hè? Voor Noorderlicht. Dus als je wil vergaderen ergens, een dromers en even wat inspiratie. Maar je kunt natuurlijk het best bij alle schoonschippers langs. Maar daar is het dus begonnen, Paulien. Dus die is naar Amsterdam gekomen als inspiratiebron ook echt. Ja. Hoe is dat uiteindelijk nou tot schoon schip gaan leiden? Of hoe ben jij daarbij betrokken geraakt? Helemaal in het begin alleen, hè?
Ja, dus eigenlijk niet meer dan dat. Dat is het mooie. Dus dat is, ik mag hier nu zitten, alleen omdat ik Marjan heb ontmoet. Ja. En dan krijg je een stoel hier vooraan, dus dat is heel mooi. Ja. Nee, maar het idee is, we hadden een film, er waren een heleboel mensen, ook Sascha en anderen, daar hadden we ook expert sessies mee over wonen op het water. Ik heb ook nog een boek geschreven vlak voordat ik mijn kind kreeg. We hebben dezelfde leeftijdszonen, dus we weten precies dat ze 11 zijn. Ja. Over ook waar een stukje in stond over drijvend wonen. En er waren allemaal dingen die samenliepen van samen omstandigheden die samenkwamen. Ja. En dat, dus Marjan heeft het fantastisch opgepakt. Dat is wat er gebeurt. Dus er gaat een vonk over. En op dat moment zegt iemand, ik ga dit doen. En die voelt dat, die denkt, dit is leuk, dit ga ik doen. En dat is het hele mooie, vind ik, van dit verhaal. Dat het nu nog keer 1000 gaat. Want zij zijn natuurlijk heel goed in de publiciteit. En het is een prachtige wijk. Ja. Iedereen komt daar kijken. Dus dit wordt een vermenigvuldig factor van je welste. En dat zaadje, dat lag dus in jouw schoot in 2008. Ja. Toen er nog maar 1 elektrische auto reed. En toen ook de wereld er echt heel anders uit zag. Ja. Ja. En dat jullie dat toen die hele bal is gaan rollen eigenlijk. Ja, toen dus Al Gore kwam in 2006 volgens mij uit zijn film met Amerika. Ja. Dus dat was een beetje het moment dat mensen dachten, er is iets aan de hand in de wereld. Dus dat wisten wij in Nederland nog helemaal niet. Nee. En Al Gore kwam als eerste en toen een paar mensen met duurzaamheid, maar echt heel weinig. Ja. En Marjan die voelde dat ook blijkbaar. Die dacht, hier ga ik wat aan doen. Dus dat was eigenlijk, want het is ook even een beetje een tijdschets. Hè? Wat voor tijd was dat toen? Hè? Het was crisis 2008 en begon inderdaad met een beetje te rommelen met Bill Clinton. En het hele. En toen werden jullie geïnspireerd. Marjan en Marjolein, kom er even bij. Dan ga ik namelijk even voort op schoon schip. En dan gaan we even verder daarover, want we hebben het altijd over jullie, terwijl jullie er niet bij zitten. Nee, dat is heel gek. Want we gaan het met jullie echt hebben, nog niet over de lessen die we hebben geleerd, maar gewoon echt over het tot stand komen. Want jij zat bij Pauline op die boot, ja. Timo op schoot. Ja, hij doet het hoor. En wat was die vonk? Want Pauline had het al over die vonk, die oversprong. Wat was die vonk eigenlijk? Was je al lang bezig met duurzaamheid en dat soort... Ja, wel. Maar wel echt binnen de beperkte mogelijkheden die ik had. Dus dat was een beetje afval scheiden en een beetje vegetarisch eten. En ik deelde mijn auto en dat soort dingen. Maar verder had ik niet het gevoel dat ik heel veel kon doen. En toen ik op die boot, op de gewoonboot was, ik maakte daar dus een filmpje. Toen dacht ik opeens, wauw, dit is gewoon het antwoord op heel veel vragen die ik blijkbaar heb. Dat was ik me helemaal niet zo bewust van. Maar het was een soort van eureka moment wat ik had. En, door dat schip echt? Door dat, dat drijvende op het water. Dus ook heel echt dat gevoel van vrijheid. Los nog van dat je dan zelfvoorzienend ook nog eens kon zijn. Maar die hele combinatie, dat gaf mij echt een ultiem gevoel van... Ja, ik dacht gewoon, dit wil ik. Dit wil ik, punt. En is dat ook wat in deze dromen zei, die vrijheid die je daar ook aan vastzit? Ja, daar kan ik me heel erg in dat vinden. Dat je kan drijven en dat het duurzaam is en dat al die dingen. Marjolein, hoe raakte jij erbij betrokken? Nou, wij woonden eigenlijk al aan die kade. Ja. In een heel klein arbeiderswoninkje waarvan we dachten, met z'n tweeën gaat dat nog wel voor in de toekomst. Want jullie woonden aan Van Hasselt? Ja, wij wonen daar in een huisje. Daar wonen we dus nu nog steeds, omdat het zo ontzettend lang duurt. Dat is aan de Ranonkelkade of zo? Ja, in Disteldorp. Ja. Dus oud arbeidershuisje, waarvan we wisten dat we daar uit zouden groeien als alles volgens plan zou gaan. Nou, inmiddels wonen we er ook met twee jongens. Ja. En ik ben zelf architect. En dan ga je nadenken van wat wil je? We wilden eigenlijk heel graag in Noord blijven. Mm-hmm. Maar altijd wel het idee van, nou ja, ik wil dat op een duurzame manier. En als ik dat, nou ja, zelf al als architect doe, dus ik als je eigen huis bouwen. Dat is natuurlijk al een soort van droom. Ja. Dan wil je dat heel graag duurzaam doen. Ja. Dus wij zagen in het bestemmingsplan dat daar een duurzaam drijvende woonwijk was bedacht. En mijn vriend vertelde dat idee aan een collega. En die collega zei een paar weken later, hebben jullie een filmpje gemaakt? Oh. Een filmpje gemaakt? Nee, we hebben helemaal geen filmpje gemaakt. En toen bleek dus dat het een filmpje te zijn van Marjan en een paar andere schoonschippers. Ja. Die hun droom over wonen op water, duurzaam. En dat was exact wat wij wilden. En toen dachten we van, nou, wij kunnen... gewoon zelf dan doorgaan of we kunnen ze opbellen. En dat hebben we gedaan. Dus jullie waren eigenlijk, dat kerngroepje, was jij en Bas en Wouter volgens mij ook, wie waren het kerngroepje? Die er echt langs dat Van Hasselt kanaal stonden. To en ik waren dat waren jij en To. We moeten oppassen dat het niet al te klef wordt. Maar nee hoor, dat geef ik. Marjolein, en jij was eigenlijk de tweede. Ik kwam er dus gewoon bij. Wij hebben opgebeld en gewoon gevraagd, mogen we een keertje langskomen? Ja.
Ik ben op een bestuursvergadering aangeschoven en nooit meer weggegaan. Nee. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Want was het eigenlijk van tevoren al, breek in, hè, Pauline, als jij nog iets wil aanvullen. Maar was het van tevoren al van plan dat inderdaad, hoeveel 46 huishoudens zouden worden met 100? Nee? Nee, absoluut niet. Nee, nee, er was gewoon zo eigenlijk groot? Een clubje en door iedereen werden we geadviseerd, nou hou bij 20, 25, daarna wordt het te groot. Ja. We hadden ook nog helemaal geen locatie in Amsterdam, waren we druk aan het zoeken. Ja. En het aantal, dat is uiteindelijk gewoon voortgekomen uit de plek. Uit de plek, wat daar mogelijk ja. was. Ja. We zijn nog in de Houthaus geweest, herinner ik me nog. Ja, daar was je ook bij. Ja, met, ja want keken jullie ook naar een plek met Co? Ja, ome Co. Ja. Maar dat is een ambtenaar van de gemeente die... Die ziet eruit als een soort popster met enorme puntlaarzen en die heeft ongelooflijk veel macht. Ja. Maar ja, in ieder geval. Ja. En die doet nu Noord. Dus als je hem tegenkomt, denk je, hey, Co, jou moet ik hebben. Maar keken jullie ook naar een plek waar veel kon? Of waar keken jullie naar? Wat was voor jullie een... Wat voor ons heel belangrijk was, was het niet alleen duurzaamheid qua voor de natuur was, maar ook sociale duurzaamheid. Ja. En wat je natuurlijk meestal bij woonboten ziet, is dat het in een lang lint ligt. Ja. Dus dat was niet... heel logisch, omdat je dan heel moeilijk een groep ziet, vond. Ja. En we wilden natuurlijk, ja, alles wat we riepen was al een soort van pionieren. Dus je moest een plek hebben waar je kon pionieren. En het liefst dus een beetje in een groepje. Ja, ja dan valt eigenlijk heel Amsterdam af. Ja, precies. Dus, want Pauline, ik ken dat wijkje van je achter dat Olympisch Stadion. Dat is ook echt heel ouderwetse rijtje, hè? Rijtje. Is er bij jullie ook, scheelt dat? Is er bij jullie ook, moet je echt meer je best doen om die sociale... Nou, er is heel veel sociaal contact. Ja, ja toch wel? Ja. Ja. Dus we hebben stijgers. Dus stijger 1 tegen stijger 3, waar Matthijs woonde. En Nienke. Ja. Ja. Oké, maar dus... Dat is heel erg hecht. Dat omdat je zo dicht bij elkaar zit. Toch, ja, ja precies. Ja. En ook omdat de storm, hè, dat heb je waarschijnlijk ook... Er zijn echt, het is heftig weer. Ja. Dus op een boot leer ik jou kennen in zware tijden. Ja. Ook met die betonnen bakken. Ja? Oh, dat gaat heen en weer. Ja, nou, ik had een vriendje in Groningen die ook op zo'n woonark zat, inderdaad. Dat was koud vooral ook. Heel koud, vond ik het. Maar afijn, even terug. Sorry hoor, ik liet mee even gaan. Maar jullie hadden die plannen. Even, hoe serieus werden jullie genomen door de gemeente? Niet. Helemaal niet? Nee. Nee. Nou, in het begin door Co dus. Nee, in het begin... Die was altijd heel enthousiast, maar bij iedereen hoorde je van ja, fantastisch, maar ja. Gaat nooit lukken. Ja. Maar hoe hebben jullie, want dan krijg je dus, wat kreeg je Marjan, kreeg je tegenwerking? Of was het gewoon van, zie maar wat je doet, ja, maar wij geloven niet. Tegenwerking. Het was meer dat je lang moest wachten, nergens echt terecht kon. En op een gegeven moment toen dus in de Houthaven het echt spaak liep, dat het gewoon of te duur zou worden of gewoon niet door zou kunnen gaan. Toen kwamen we bij in Noord terecht. Ja. En toen hebben we projectbureau Noordwaarts toen benaderd. En zij hadden iets van, nou die waterkavels dat zien we wel over 15 jaar. Mm-hmm. We gaan eerst eens even hier de landkavels ontwikkelen. En toen zijn wij naar Maarten van Poelgeest gegaan en hebben gezegd, joh, jij wilt toch zo graag meer CPO in de stad? Wij willen dat ook. Maar hoe ga je jongens, even voor de dromers ook hier, die was ten tijde van die crisis, hè, die heeft de bouwstop, wordt er nog steeds niet aardig voor gevonden, maar ik vond hem altijd wel goed. Het is een wethouder. Ik ga even naar Maarten van Poelgeest. Hoezo ga je even naar Maarten van Poelgeest? Ja, ja wij hebben het via zijn assistent toen gedaan. Ja, en Tom. Ja, Tom. Ja, en Tom. Waar is Tom? Ja, die is er niet. Oh, die is er niet. Ja, je maar moet dat dus, is wel, ja, je maar moet dat wel is wel mensen kennen. Ja. We hebben dus op een gegeven moment zover kreeg dat de assistent van Maarten van Poelgeest bij ons op een ALV kwam. Mm-hmm. En toen hebben we natuurlijk ontzettend ons best gedaan met alles om te laten zien dat we wat in ons mars hadden. Want zeiden ja, iedereen kan wel komen met een mooi verhaal. Dus je hebt een presentatie voor die assistent. Ja, we hebben gewoon echt een ALV gehouden. En, maar jongens, de dromers, weet dus, want dat is ook wel even een want ik wil even kijken naar de DNA van die groepsleden. Wat voor soort groep heb je nodig? Want deze mensen dromen over het gezellig samen met die dingen met elkaar doen. Maar je moet dus gewoon zo brutaal zijn om de assistent van de wethouder... Uit te nodigen en die dan te weet overtuigen. Weet wat je moet doen? Nou, wij hebben laatst, stuurde jij mij een mailtje die we wel eens... Af en toe kom je natuurlijk zo'n oud mailtje tegen. En als je dat dan nu leest, dan denk je wel... Nou, jeetje, wel wat brutaal. Waar haalden we het lef vandaan? Ja, echt maar. En we hadden Pauline, hè? Pauline adviseerde ons. Jij hebt ons ook met heel veel mensen in contact gebracht. Ook ja, je moet het netwerken, ja. Je moet je plannen goed op papier hebben, dan kan je ook wat opsturen. Ja. Dan zien ze dat je serieus bent. Ja, dus dat is ook eigenlijk een beetje dat je moet een netwerk hebben. Jou bellen, dat 02025 is natuurlijk één grote netwerkplatformorganisatie. We gaan het daar ook nog over hebben hoor, want we gaan richting van wat moet je nou doen om dit voor elkaar te krijgen.
deze beukers die dat als pioniers 11 jaar hebben gedaan. Dus dat is een bepaalde brutaliteit die je moet hebben. Hè? Ik hoor, jij bent architect. Er zijn veel. Ik weet niet of u dat heeft, maar de indruk bij heel veel zelfbouwprojecten zijn heel vaak of mensen die architect als vriend hebben. Is dat ook handig om in een groep te hebben? Mensen die ontwerpen snappen? Ik denk het wel, ja. Dus dat moet je hebben. Brutale mensen, ontwerpers. Ja. En een groep, precies. Want die groep die moet dat soort types hebben, denk ik. Die ook doordouwen en financieel inzicht hebben. Ja. Maar hoe hebben jullie die groep samengesteld? Zijn er mensen op sollicitatie geweest of hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, in eerste instantie waren echt 20 huishoudens waren eigenlijk allemaal vrienden van mij. En op een gegeven moment blijkt toch dat je niet met elke vriend ook zo'n project kan doen, zeg maar. Hoeveel zijn er van over? Ja, ja. Van dat groepje best wel wat. Ik denk 14 huishoudens. Zo? Ja. Ken jij zoveel huishoudens? Ja, dat bleek dus. Dat ik heel veel. Dat ging gewoon. Ja. Dat was dan weer mijn kracht in het project, waar ik weer niks van ontwerpen wist. Of nee. Financiën. Dus jij was het sociale. Ja, dat ontstond echt een beetje om mij heen. En mensen wisten me ook te vinden. En mensen geloofden in mijn verhaal. Waar ik in eerste instantie echt oprecht zelf een beetje verbaasd over was. Dat mensen je geloofden. Nou ja, een woonwijk bouwen. Ik vond het zo groot. Ik dacht, hoe dan? Ja. En de eerste met wie ik erover ging praten, nou, dat was To. Die haakte aan, meteen. En de tweede haakte aan, de derde haakte aan. Dus je was helemaal verbaasd eigenlijk. Nou, ik dacht, dit is echt een goed idee. Ja. Dit is gewoon, dit moet. Dus voor een goed idee kun je iedereen vinden. Dus dat waren de eerste 14 huishoudens, hè, zeg maar. Die nu nog zitten. Ja. Dus 20. Dus zeg dat we met 20 huishoudens toen de plannen hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Toen kregen we een tender, konden we op inschrijven in Noord. En daar mochten we dan met 30 huishoudens de kavel gaan ontwikkelen. Dat vonden wij te weinig, want dan werd het heel erg duur per huishouden. Dus toen hebben we dat opgeschaald naar 46. Toen hebben we een hele lange wachtlijst aangemaakt. En we hebben open avonden gehouden die ook een soort van verkapt solliciteren. Ja, dat klinkt zo stiekem, veel stommer dan dat het was. Maar je weet gewoon, als je een presentatie geeft en je laat mensen vragen stellen. Dan weet je een beetje. Weet je snel of iemand ook iets komt brengen of alleen maar komt halen. Ja. Dus wij hebben toen heel erg op gevoel hebben we de wachtlijst eigenlijk een beetje uitgedund of zoiets. En ook vervolgens al die mensen een vragenlijst laten invullen om te checken op duurzaamheidsambitie. Want die duurzaamheid, dat was toch wel echt de onderlegger. Hè? Ja. Daar is geen concessie aan. Daar begon het mee. Nou, de ambitie is wel enorm gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Maar duurzaamheid was de insteek. Ja, duurzaamheid en wat heb je te bieden? En vind ook hoeveel vierkante meters ben je naar op zoek? Gewoon een goede vragenlijst. En toen hebben we eigenlijk met een huishouden of 20 echte plannen ontwikkeld. Toen hebben we een kleine stop gehad, iets met een rechtszaak gedoe. Toen moesten we even die wachtlijst zo on hold houden. En toen we een echte go kregen voor die 46 huishoudens, hadden we dus nog 26 woningen, waarvan het grootste deel 2 onder 1 kap, te verdelen. Dus het was echt, we dachten, nee, hoe gaan we dit doen? Ja, ja. En toen was eigenlijk het antwoord wat bij ons opkwam tijdens een meeting, van we gooien het open. Maar toenmalig Schoon Schipper, die had een café. We zijn met z'n allen dat café ingegaan, we hebben speeddates georganiseerd. Dus mensen konden zelf elkaar kiezen. We hadden wel op basis van inschrijving een dus dat waren ook mensen kiezen van die wachtlijst? Of waren alleen maar wachtlijst. Alleen wachtlijst, precies. En die zijn dus met elkaar koffie gaan drinken of wat ze dan ook deden. Allemaal 5 minuten, En binnen een avond is die hele puzzel in elkaar gevallen. Binnen een avond? Ja, dat was echt magisch. Ik wou dat ik zo mijn man had kunnen. Geen ruzie ook, dat je dan zei, ik wil die en je wil die niet. En ik wil Matthijs en Nienke. Er zijn te veel leuke mensen. Nee. Godsamme zeg je. Want Bas zit daar, die had ik bij ontzettend leuke collega Cecile gezien. Bij AT5, toch? Jij bent toch, of niet? Ben je niet van speeddaten? Jij zit toch ook in Schoonschip? Bart. Maar jij Bart. Oh god, gaat iets. Lijkt erop toch? Nee. Maar jij bent speeddatend, zit jij met 2 onder 1 kap, hè? Ja, dat klopt. Dus moet ik even staan anders? Nou, mag. Kijk, dit is Bart, niet Bas. Oh, hallo Bart. Hallo Bart. Dat krijg je als je op boot woont, dan word je een beetje instabiel. Ik heb jouw wc, ik heb jouw hele huis gezien. Jongens, kijk even naar de straat van Amsterdam. Straat van Amsterdam heet het. Ik heb jouw huis gezien. Maar jij hebt gespeeddate met?
met mijn buren City en Martijn. En inderdaad, wat Marjan had aangegeven, dat was gewoon een avond lang, kon je met iedereen ongeveer een minuut of vijf even praten. Ja, gewoon even een chitchat. En eigenlijk is het spannendste en het leukste nog wel, dat je op het einde van de avond maakt eigenlijk een top 3 samen met mijn vriendin om te kijken. Nou, maar die hadden een leuke klik. En dan, ja, stuur... Heb je daar nog ruzie over met je vriendin of niet? Nee. Op dat moment niet. Nee, maar op dat moment toen we zeiden, nou, met die mensen hebben we eigenlijk een leuke klik. En ja, toen stuurde een sms'je naar Marjan van, nou, mogen we het nummer van een buren hebben. En dan is het heel spannend, want je verklaart eigenlijk een soort van liefde aan mensen. Van, nou, wij vonden het eigenlijk heel gezellig met jullie, vond je het ook, ja, is het wederzijds of niet? Nou, op dat moment kregen we na een half uur kregen we een sms'je. Ja, inderdaad, zij vond het ook gezellig, dus op dat moment is er een connectie. En vervolgens nog een keer met elkaar gewoon ergens een koffie gedaan. Dus moet er echt wel een vonk over springen. Ja, het is toch wel dat je wel een klik moet hebben. En ja, het is wel een traject, want ik ben inmiddels 6 jaar geleden bij je gekomen. Ja, en dan is het wel dat je echt wel heel veel keuzes moet maken vanuit duurzaamheidsoogpunt. Maar vanuit als zijn er nou dingen tegengevallen ook? Want ik hoorde je alleen maar violen. Maar zijn er nou echt dingen, Bart, waarvan je dacht... Nee. Uiteindelijk is het gewoon wel heftig in de zin van, ik heb totaal niet een bouwtechnische achtergrond, maar het hele bouwtraject, het is wel iets dat, wij hebben het echt al jaren met elkaar erover, dat sommige mensen vanuit je privé op een gegeven moment zeggen, ja, is het nou een droom of ben je echt met iets bezig? Ja. Dus dat is meer gewoon wel de volhardendheid, ook vanuit bestuur, maar ook vanuit de hele groep. Er was altijd wel iemand die zei, oké, we hebben nog energie. Vanuit, Dus je neemt elkaars energie over, dan gaan we straks nog even over de menselijke energie, maar ook de letterlijke energie nemen jullie van elkaar over. Maar het kan me toch ook wel voorstellen dat, want het is heel kinderrijk, hè? En dat hoorde ik gisteren van een vriend van mij, van mensen die er ook wonen bij Schoonschip, maar die zijn hier waarschijnlijk niet, die geen kinderen hebben, die vinden dat best wel een beetje af en toe wel lastig. Oh? Wie waren dat? Zijn er ook in de zaal. Nou ja, nee, maar dan heb je ze zijn er ook in de zaal. Ja. Speed date. Ja, maar dit, je mag weer gaan zitten, Bart. Applausje voor Bart. Bedankt voor Bart. Voor zijn openheid. Bevalt wel, hè? Samenwonen nu? Nog? Ja, jullie zitten nog maar... Hoe lang woon je er nu? Half maart. Oké, dus er moet nog een zomer overheen met gillende kinderen. Maar, nou ja, dat is natuurlijk wel... Je krijgt wel een beetje een soort van ons kent ons clubje, hè? Een bubbel. Ja. Dan worden jullie natuurlijk ook wel vaak de happy few in een bubbel. Die chocoladeletters zie je vaak. Probeer dat eens even, die bubbel te doorbreken. Van hoe kijk je daar tegenaan dat mensen dat zo zien? Ja, het is best moeilijk om dat te doorbreken. Het is wel absoluut onzin. In die zin dat wij... ja, dat meen ik echt. Wij hebben echt heel hard gewerkt. Ik kan niet anders zeggen dan dat de afgelopen 10 jaar mijn leven... voor een heel groot deel in het teken van Schoon Schip heeft gestaan. Maar het wil ook niet zeggen dat je niet hard hebt gewerkt, hè? Dus nee, dubbel kan dus ook ontstaan. Nee, ja. Dat klopt. Maar het is echt niet zo dat ik met een... bijna niemand van ons, sommigen wel, hè, die hebben wat meer geld. Maar het is niet alleen maar voor mensen met een grote... Nee, maar ik heb het ook niet echt over geld, hè? Het is natuurlijk wel een hele... Dat is vaak gerelateerd. Wat ik lees op social media, als we weer ons zitten te bashen, is het vaak... Het is alleen maar voor de... En hier zit geld ja, in. Dat geldt, ja, dat geldt. Maar dat geloof ik. Geloven jullie ook allemaal wel. Hè? Dat is gewoon echt doorzetten. En nou, jij hebt niet meer geld dan ik. Uiteindelijk heb je helaas ook geld nodig. Ja, precies. Dus dat geld laten we even zitten. Maar de bubbel heb ik het meer over de witte, succesvolle dertiger, veertiger. Ja. Die daar zit met jonge kinderen. Ja. Dus inmiddels jonge kinderen. Inmiddels jonge, want de meeste dus er wonen geen ouderen, er wonen geen mensen met diverse achtergronden wel. Ja, een paar. Het is wel het merendeel. Ze waar zijn die wel, oude? Die zijn er niet, maar... Nee, die liggen in bed. Die liggen in bed. Ja, die hebben net onder de douche gestopt. Die zijn nu oppassen op al onze kinderen op dit moment. Ja, precies. De oppasoma. Ja, dat lijkt me een hele goede om zo'n... Ja, maar dat gebeurt. Er zit een drijvende seniorenflat met allemaal potentiële oppassers. Ja. Dat is natuurlijk een heel goed idee. Maar dat is natuurlijk wel een beetje ook het beeld van de buitenwereld. En niet het geld dat begrijpen. Nee, maar je merkt ook wel, want we hebben altijd gezegd, we willen een hele diverse groep. Daar hebben we heel erg ons best ook voor gedaan. Maar je merkt wel dat een bepaald type mensen daarop afkomt. Ja. Dus dat, Nou ja, en we hebben gepraat met woningcorporaties om sociale huurwoningen te realiseren. Dat was echt niet mogelijk in de fase waar ons project zat. En we moesten ons ook aan de deadlines van de gemeente houden. Op een gegeven moment moet je gewoon beslissingen nemen en gaan bouwen. En er was een... we hebben nog geprobeerd om gewoon zelf huurwoningen te realiseren met een investeerder. Maar dat was gewoon niet interessant genoeg. Misschien nu met wat ze zien dat er nu ligt, dat met terugwerkende kracht interessant was geweest. Maar dat lukte gewoon echt niet.
Nee. En kijk, als je bijvoorbeeld een aantal sociale huurwoningen kan realiseren, krijg je natuurlijk ook meteen een diversere groep. Ja, dat is waar. Dat was te gek geweest. En de woningcorporaties kunnen dat nu niet meer. Hè? Die waren vroeger natuurlijk wel achterwacht voor dit soort projecten. Maar die hebben daar nu, die moeten hun hele voorraad eerst nog eens verduurzamen. En dan die hebben daar natuurlijk niet meer het geld voor. Nou, ik denk dat het op zich wel mogelijk moet zijn, afhankelijk van wanneer je ze in het project toelaat. Dus als je dat nou meteen doet. Ja. Dan, wat zij graag wilden was dan bijvoorbeeld een hele steiger afnemen. En dat kon bij ons niet, omdat we al plekken hadden vergeven. Dus dan zou je mensen uit het project moeten halen om een sociale huurwoning. En wat was dat alliantie? Welke hebben we ook weer mee gekletst? We hebben met verschillende, met IJmeren hebben we gesproken. En nog één. Okay. En eigen haard. Ja, dus de wil was er wel om daar inderdaad ook sociale woningbouw. Want even, hopelijk komt dat in de toekomst meer als die corporaties iets meer ruimte krijgen. Dat is ook in die woondeal staan nu weer 3000 flexwoningen. Ik ben benieuwd wat dat is. Maar Paulien, even terug naar die type mensen die je hebt. Want jij hebt ook voor particulier opdrachtgeverschap gewerkt, hè, voor de regie. Dus dat allemaal mensen die zelf hun huis gaan bouwen. Wat voor type is dat nou geëvolueerd? Dat het begon met mensen zoals onze vriend op Buiksloterham. Hoe heet hij ook alweer? Nou ja, afijn. Dat soort mensen. Is het geëvolueerd of zijn het... Hoe heet hij nou? Die jongen die met die hele... Frank. Ja, Frank. Frank Alsema natuurlijk. Is er een evolutie te zien van zo'n type als Frank naar een normale iemand als Marianne? Nou, ik moet zeggen, ik ben daar niet heel erg meer in thuis. Maar ik weet wel, mijn ouders hebben ook zo'n soort project gedaan. Ook 10 jaar over gedaan. Plek vinden en dan met mensen. Okay. Zij waren nog maar 2 initiatiefnemers over. Ze begonnen ook met 20, hadden ze nog 2 over. Ja, met ouders, over. Dat is dus in een tijd dat het helemaal nog niet zo speelde. Nee, dat is inderdaad 20 jaar geleden. Maar die wonen, die hebben ook hetzelfde als jullie. Dat ze vooral met gelijk leeftijd, dus ze zijn nu allemaal 80, 70, 80. En dat was ook een plan om een beetje gemengd en alles. Ze wilden niet jonger dan 45, maar het was wel het idee 45 plus ook niet gelukt. Dus dat was best moeilijk om buiten je bubbel blijkbaar te vinden. Ja. En ik weet wel dat een heleboel mensen, er zijn een heleboel ideeel gericht. Hè? Dus homo's zoeken samen, duurzame mensen zoeken samen. Dus er zijn altijd bubbels die zelf een doel hebben en daaromheen mensen vinden. Dat is in het particulier opdrachtgeverschap heel vaak zo. Collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus in dat soort groepen is het bijna, je zegt eigenlijk, het is bijna niet te voorkomen dat het allemaal mensen zijn een bubbel, dat het een bubbel is. Ja, maar ja, dus dat is ook wat je wil. Dat is een ideaal. Dat is waarom die mensen, want omdat het zo hard werk is, omdat je zoveel zelf moet bedenken, financieren, ingewikkeld, 10 jaar lang duren heel veel projecten. Ja. Überhaupt een plek vinden, 6 jaar of zo. Ja. Bij mijn ouders ook. Ja. Dus dat is gewoon onoverkomelijk. Ja. Of dat kan niet anders. Zijn er mensen in de zaal die zeggen, nou, dat ben ik het helemaal niet eens. Dat vind ik toch wel jammer. Of dat kan wel anders. Of is dat. Niet de ondergang, maar is het daarom... Want je wil het natuurlijk opschalen, hè? Daar gaan we het straks over hebben. Van hoe kunnen we nou zorgen dat het vaker gebeurt? Is het dan dat bubbelgevoel, zit het dat niet in de weg misschien? Of niet? Of zijn we allemaal heel blij? Zit het bubbelgevoel de mogelijkheid tot opschaling in de weg? Ja, dat mensen echt het gevoel hebben van... ja, ik ben toch niet zo'n soort mens, ik ga dat toch maar niet doen. Ik bedoel, ik vind jullie allemaal fantastisch, maar ik denk nee, dat ga ik niet doen. Ga ik nooit doen. Die eindeloze vergaderingen en dat met elkaar... mijn kinderen gaan om 9 uur naar bed, zijn kinderen gaan om 11 uur naar bed en die schreeuwen nog buiten. En ik word er gek van, weet je wel. Ik wil gewoon... Nou ja, dat soort dingen. Ja, daar moet je afspraken met elkaar over maken. Woongroepachtig. Je hebt natuurlijk verschillende aspecten van een woongroep. Ja. En je kan verschillende dingen die wel voor jou... die jij wel prettig vindt, kan je eruit overnemen. Daarom hebben we, het is een heel veelomvattend project. Ja. Je kan het sociale kopiëren, je kan de installaties kan je in verdiepen. Ja. Het hoeft niet precies zo. Maar ik weet wel dat het op heel veel vlakken, wat ik zie in de groep en wat ik zelf ervaar, is het wel echt een verademing ten opzichte van het leven in hoe ik het gewend ben. In het anonieme stad. Gaan het eigenlijk dat totaal onpraktische individuele. Maar het is ook natuurlijk persoonlijk of je daar heel gelukkig van wordt of niet. Maar ik ervaar helemaal geen gebrek aan privacy. Helemaal niet. Nee. Ik vind het heerlijk dat als ik om 6 uur thuis kom en de kinderen moeten nog eten, dat er een ander kindje aankomt, zegt ze, is de tweeling er? En dat ze even komen spelen. En dan kan ik even rustig koken en om 6:30. Het is echt, ik vind het echt ideaal. Ja. Maar goed, het is net hoe je het... Net wat je wil, hè? Wat je wil. Ik ben uit het dorp vertrokken om in de stad te gaan wonen, om dat niet te hebben, zeg maar. Ja. Dus ik moet dit ook helemaal niet gaan doen. Maar het gaat even niet om mij. Je kan wel zonnepanelen misschien. Of ik kan zonnepanelen. Ja, dat doe ik allemaal wel. Maar dat is dus dat groepsgevoel. Want wat voor een onderliggende idealist er ook is, of je van dezelfde... Dat groeps, je moet zin hebben in zo'n groep, toch?
Ja, maar wij hebben bij Schoon Schip wel altijd het idee gehad van we willen elkaar kennen. Ja. Maar niet in hoever dat nou moest gaan. Kijk, we gaan een collectieve ruimte nog bouwen en we doen van alles samen, maar dat zal ook per periode wijzigen waar we gewoon met elkaar ja. behoefte aan hebben. En de een doet meer mee dan de ander, is allemaal helemaal prima. Ja. Ja. Maar alleen het feit al dat je dus iedereen heel goed kent. Ja. Want je komt dus gewoon in een nieuwe wijk te wonen en je kent iedereen al. Ja. Dus er wordt dan iets afgeleverd en je kan even roepen wie kan er helpen sjouwen. Ja. Ik heb een boormachine nodig. Spullen gaan al van het ene huishouden naar het andere huishouden. Ja. Alleen dat gevoel al, als je aankomt lopen, hoe gaat het met jou, is gewoon heel fijn. Dat, ja. Tenminste, dat vinden wij heel prettig. Ja, precies. En dat is natuurlijk, die sociale duurzaamheid is ook heel belangrijk. En ik denk ook dat het in bestaande wijken ook heel goed een inspiratie kan zijn. Hè? Want er stond net op het Parool een heel artikel over dat onderzoek wat is gedaan. Hè? Dus in Geuzeveld, Slotermeer. Die zou dit soort dingen... Ja, dat vind ik wel leuk. Ik was afgelopen zaterdag in een woonwijk in De Pijp, waar één blok huizen met 176 woningen. Daar is dus één vrouw bezig met al een paar buren om zonnepanelen op het dak van sociale huurwoningen te krijgen. Ja, en daar gebeurt hetzelfde. Weet je. Dus daar leren ze elkaar kennen. Ja, in één keer. Je woont hier ook al 20 jaar, ik heb je nog nooit gezien. Nog weet je gezien. Nee, en allerlei soorten diverse, alle talen, hoofddoekjes, alles door elkaar. Fantastisch. Ja. Dus het gebeurt ook rondom energie, hè? Ja, het gebeurt rondom energie. Toevoegen. Ja, en ik doe het ook wel met mijn moestuin op de Kadijk, hoor. Dat je dan in één keer mensen ontmoet. Dus dat kan, maar rondom energie en rondom duurzaamheid, dat is hartstikke goed. Ik heb jullie gesproken, ik vond het ontzettend interessant. Jullie mogen weer gaan zitten, want ik wil nu Sascha Glazel naar voren. Want nu krijgen we het verhaal van hoe krijg je daar nou een eenheid in. Hè? Want je moet wel iemand erbij hebben die er ook in gelooft. Die daar een stedenbouwkundige eenheid... Eenheid? Eenheid. Eenheid is voor watjes. Space & Matter, geweldige architect. Jij gaat een presentatie geven over het ontwerp eigenlijk. Ook. Ja. En wat nog meer dan? Ja, ik vertel een beetje over Space & Matter. Misschien ook te snappen van hoe wij hierover nadenken. Ja, ja. En waar we nu mee bezig zijn. Hoe raakten jullie betrokken bij Schoon Schip? Laat ik je straks weten. Oké. Okay. Kijk, houd mysterieus. Ja, heel mysterieus. Ja. Zo spannend is het allemaal niet. Maar, dus Space & Matter. We zijn, ik heb nog twee bureaupartners, Martijn en Sjeerd. En we zijn inmiddels 25 mensen. We zijn in de crisis begonnen. En dat zijn heel mooie foto's. Dit project laat ik even zien. Dat is het Suites Hotel. Wat wij bedacht hebben helemaal in het begin. We wilden eigenlijk van al die brugwachtershuizen in Amsterdam, wilden we één hotel van maken. En dat is eigenlijk een soort typisch project voor Space & Matter. Dat wij een idee hebben, iets bedenken. En dan dat het project ontzettend lang duurt. Dus dat project duurde volgens mij 7 jaar. Dat het uiteindelijk toch kwam. En dus wat wij gedaan hebben bij Suites, wij hadden eigenlijk die idee, we vonden het Lloyd Hotel ontzettend leuk, waar je gewoon één hotel hebt met heel verschillende kamers ontworpen. En we dachten, is dat niet fijn als je de hele stad als hotelkamer kan gebruiken? Dus we waren op zoek naar plekken waar we kleine hotelsuites kunnen kunnen ontwerpen. En dan kwamen we de brugwachtershuisjes tegen en hebben gehoord dat die leeg kwamen. Dus hebben we heel lang gelobbyd bij de gemeente, ook weer bij de gemeente. En toen hebben wij heel kleine candies gemaakt. In alle vormen van de brugwachtershuizen naar de gemeente toe gegaan. En zegt van, we hebben een heel ontzettend mooi concept om hier een hotel van te maken. En we wilden ook alle brugwachtershuizen meteen afnemen enzovoort. Dus de eerste 18 huizen zijn nu open. Heeft heel lang geduurd. Elk huisje is heel anders en verschillend. Dat is de binnenkant. En daar hebben we gewoon het hele concept voor ontwikkeld ook. En samen met Lloyd Hotel doen we nu de exploitatie. Dat is een ander project dat we gedaan hebben. Dat zijn de Urban Farmers. Die kwamen ook met een bizar, een geweldige idee. In Den Haag wilde Urban Farmers, dat is een bedrijf uit Zwitserland, of was een bedrijf uit Zwitserland. Die hadden het idee de grootste aquaponic farm te maken van Europa. Dat is altijd weer van Europa het grootste en leukste. Daar komen ze altijd naar ons toe. En wat wij met hun gedaan hebben, is gewoon dus de grootste aquaponic farm van Europa gebouwd. Dus we hebben 1200 vierkante meter kastruimte op een oude Philips fabriek gebouwd. En in die verdieping daaronder heb je 400 vierkante meter visruimte. Dus daar ontstaat een soort circulair systeem waar het water van de vissen gewoon naar de planten gingen en gezuiverd wordt enzovoort. En dit soort projecten doen we dus. Dus eigenlijk gekke projecten, bijzondere concepten. En als je bijzondere concepten wil realiseren, heb je gewoon
geduld nodig en je moet gewoon heel lange adem hebben. Inmiddels ook, dat is eigenlijk van de afgelopen jaren, dus we bestaan nu 10 jaar, hebben wij gemerkt dat er wel heel veel mensen zijn die zich om een soort droom vormen. Dat kan van alles zijn eigenlijk. Of je hebt heel veel kinderen en je wil bijvoorbeeld in een pand wonen met heel veel speelpleinen enzovoort. Of je bent iets ouder en je wil met elkaar wonen. Dus we hebben gemerkt dat er eigenlijk heel veel groepen zoals Schoon Schip naar ons toe kwamen. Die zeggen, we hebben een droom, kunnen jullie ons helpen? En als je een droom hebt en een aantal mensen, dus 20, 25 mensen, heb je eigenlijk een soort community. En die hebben we geholpen om projecten te ontwikkelen. Dat doen we samen in een CPO, dus collectief particulier opdrachtgeverschap. Of in een MO-project. Dat gaat meestal sneller dan 10 jaar. Dus die gebouwen die we hier gedaan hebben, dat heeft 2 jaar geduurd. Dat was een prijsvraag waar we ook heel veel communities gestapeld hebben. Dus altijd groepen van 25 man, min of meer, of huishoudens. Dus dat kan ook zo'n vorm hebben. En dat is de Klaproze buurt. Daar hebben we eigenlijk een heel gebied met volgens mij 400 man eigenlijk probeert, ook in een soort co-creatie, probeert één stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk wat er de afgelopen jaren ook gebeurd is. Maar, dus we zijn 2009 begonnen, 10 jaar geleden, en dat was eigenlijk die tijd, dus deze tijd, de crisis begon en wij, Tjeerd en ik, we hebben een prijsvraag, we hebben toen nog bij een architect gewerkt, we hebben een prijsvraag gedaan. Dat was een ideeënprijsvraag. Was eigenlijk de vraag van ontwikkel 500 woningen ergens in de provincie Noord-Holland. Wat wij toen gekozen hebben is de Weide Wormer. En we hebben een heel holistisch systeem of plan bedacht. Dus we wisten dat in de Weide Wormer waren gewoon 42 boeren. De meeste van de boeren moesten eigenlijk hun land verkopen, hun grond verkopen. En ze waren dan werkloos. Dus hebben wij een idee bedacht dat zij een soort watersluis aanleggen in hun achtertuin, hun land verkopen, een heel biologische farm laten ontstaan en dan het water gebruiken als ontwikkelplek voor waterwoningen. Dat is dan eigenlijk ja, een heel uitgebreid, eigenlijk heel circulaire wijk, wat we nu circulariteit noemen. Dat hele systeem bedacht, die waterwoningen ontworpen en die prijsvraag hebben we gewonnen. Heel veel geld verdiend opeens en dan hebben we gedacht van, nu gaan we zelf beginnen. Dus we hebben ons eigen bureau op basis van dit plan eigenlijk begonnen. Deze presentatie, veel uitgebreider, heb ik ooit in de NSM gehouden, 10 jaar geleden. En daar kwam ik Marjan tegen. En dat was eigenlijk het moment waar Marjan zei van, hey, jullie weten hoe je waterwoningen kunt bouwen. Ik zeg van, tuurlijk. Nou, dat is natuurlijk geen idee. Maar we dachten van. Maar we wisten wel dat jullie droom bestond nog niet. En we zijn eigenlijk heel goed in dingen die nog niet bestaan te realiseren. En dat is eigenlijk wat onze kracht eigenlijk is met Space & Matter. Dus we begonnen eigenlijk. Volgens mij zijn jullie dan eerst nog naar een andere architect gegaan. Een beetje geproefd en getest. En dan kwamen jullie toch weer terug. En dan hebben wij met Bas samen, die zit hier, hebben wij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. En het doel was natuurlijk het haalbaar te krijgen. En ik weet nog, de titel van het haalbaarheidsonderzoek was Schoon Schip is haalbaar, duurzaam en sociaal. En we hebben een heel uitgebreid plan gemaakt, heel veel workshops gehouden, ook ontwerpsessies gemaakt van hoe moet het ontwerp zijn. En daar hebben we eigenlijk alle informaties, alle wensen opgehaald om dan ook een stedenbouwkundig plan te maken. En ook om het concept verder te ontwikkelen. Dus we hebben een heel duurzaamheidsconcept in het begin ook bedacht. Eigenlijk alleen maar vertaald wat de groep wilde. En dus wat jij ook eerder zei, dus de eenheid was eigenlijk ook een doel van het hele project. Dus we willen echt een soort dorpsgevoel krijgen op het water. En niet die losse steigers die je vaak ziet, waar dan een paar boten aanleggen, maar meteen eigenlijk een dorp. En dan ook was het voorbeeld altijd Sausalito Bay. Dus ik weet niet of jullie het kennen. Het is eigenlijk een heel diverse waterwoningswijk van heel veel ontzettend mooie boten eigenlijk, door kunstenaars gemaakt. Dus het doel was echt een heel hoog niveau aan diversiteit. En dat krijgen we natuurlijk niet als je één architect hebt, ons, die alle boten aan ontwerpen. Dus hebben wij voorgesteld, nee, we maken een stedenbouwkundig plan. We ontwikkelen heel veel regels en kavelpaspoorten. En dan kunnen jullie 20 architecten uitnodigen om het helemaal vrolijk te maken. Dus dat hebben we gedaan. En wat wij ook gezegd hebben,
Dat is het eerste plaatje wat wij gemaakt hebben. Daar hadden we volgens mij nog 20 of 25 waterwoningen met veel minder vierkante meters. Maar we hebben gezegd, oké, dat is eigenlijk ons doel, dat we ooit in de krant komen met dat wij het meest duurzame project van Nederland zijn. De maquette gemaakt, maar dat was heel naïef nog. Omdat we zeiden, we hebben eigenlijk een soort zelfprogramma van eisen bedacht van hoe willen we nu eigenlijk wonen. Want dat zou je natuurlijk nooit in Amsterdam doen. Dus volgens mij de vierkante meters die we hier wilden bouwen, was maar een derde van wat we nu gebouwd hebben. Dus met ons haalbaarheidsonderzoek, wat daar te zien is, zijn we naar de gemeente toegetreden en gezegd, we willen die kaven in Amsterdam-Noord hebben. En de gemeente heeft besloten om hier een tender uit te schrijven. Dus hebben we eigenlijk ons haalbaarheidsonderzoek weer gepakt. En daar volgens mij een 8-pager van gemaakt. 8 pagina's eruit gehaald en ingediend. En dan kwam die tender, die hebben we ingediend. En wat interessant was, dus daar kwamen opeens heel veel randvoorwaarden vanuit de gemeente. Je moet 6.300 vierkante meter maken. Dat was opeens 4 keer zoveel. Dus we hadden heel veel meer dichtheid, heel veel meer ruimte. Daar waren zichtlijnen die we moeten houden eigenlijk, vanuit de kader. En verder heeft de gemeente ook bij die prijsvraag nog een soort menukaart meegestuurd voor de duurzaamheid. En op die menukaart kon je kiezen van hoe duurzaam wil je gaan. En dan ging het over, wil je een warmtepomp toepassen, wil je een groen dak maken enzovoort. En de stichting heeft gewoon alles op 100% gezet om te winnen. Omdat we natuurlijk ook het duurzaamste project waren. En dan hebben we ook gewonnen. En, maar goed, dus Buikstad de Ham hier in Amsterdam-Noord. We hebben dan dit ontwerp gemaakt eigenlijk. Dat kwam dan, ja, dat klinkt heel snel en eenvoudig. Maar uiteindelijk hebben we dit ontwerp gemaakt. Omdat het toch belangrijk was om, we hebben al die ontwerpen van die woningen gemaakt, om iedereen een soort on board te krijgen van, is dit nu het beeld wat we willen hebben? Dus hebben we heel veel sessies gedaan met heel veel referentiebeelden, heel veel onderzoek eigenlijk met de groep, om alle wensen te vertalen in één beeld. En achter dit beeld stond echt eigenlijk de hele groep. Het ziet er heel, ja, een beetje anders uit nu, maar grove lijnen zijn er nog. En dus we hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt en we wisten ook dus die diversiteit, niet alleen maar in de architectuur en de beeldvorm enzovoort, maar ook qua programma en hoe de groep in elkaar zat. Dus we hebben ook onderzocht van dat er bijvoorbeeld 5 typologieën, basistypologieën hadden. Dus 5 verschillende afmetingen van de woningen. En dat heeft te maken ook met de kosten natuurlijk en ook met de groepssamenstelling. Dus we hadden helemaal in het begin ook sociale huurwoningen hierin. En hebben geprobeerd dat helemaal vanaf het begin daarin te krijgen. Dus eigenlijk die 40-40-20 regel die Amsterdam nu heeft, hebben wij al daarin gehad eigenlijk grotendeels. Maar ja, dat is dan toch lastig geweest wat Marjan heeft uitgelegd. Uiteindelijk hebben we toch verschillende typologieën uitgelegd. Dus we hebben wat enkele woningen in verschillende afmetingen, maar ook woningen tussen 2-op-1 bak. Of we hebben zelfs 3-op-1 bak. En dat is ons gewoonbouw, dus onze inspiratie ook, die komt er ook te liggen. Dus we hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt in die hele verdeling. Die is ook, daar gaat Philip straks nog van Spectral, met Metabolic hebben we dat samen gedaan. En deze, ons plan, geoptimaliseerd qua belichting ook van de zon bijvoorbeeld, en zoninval. En ons idee was, dat is natuurlijk weer goed, als je altijd waterwoningen doet of zo, altijd stedenbouwkundige plannen maakt voor drijvende woonwijken, dan zien die drijvende woonwijken natuurlijk altijd zo oud zoals ze nu uitzien. Dus je hebt eigenlijk een soort straatje en dan drijven daar de wonen links en rechts. Dus wij hebben gezegd, nee, we zijn iets naïver, dus we kijken daar even anders naar. En dat helpt om ook even nieuwe dingen te verzinnen. Dus we hebben die steiger overal een beetje gedraaid en ook alle woningen gedraaid. En zodat we heel veel zichtlijnen krijgen. Dus ook die woningen die meer aan de kaderkant zitten, die hebben ook meer zichtlijnen door de woningen heen. En volgens mij, ik weet niet, volgens mij, ik heb het gevoel gehad dat de groep dat 10 jaar lang niet begrepen heeft. Dus een paar maanden geleden, als de bouwten kwamen, liepen heel veel mensen naar mij toe en zeiden, nu snap ik het. Nu snap ik wat je bedoelt. Het is zo mooi, het is zo'n dorpsgevoel wat je daar gecreëerd hebt. Dus door het draaien van de woningen, dat de woningen een beetje afstand hebben van de steiger, dat je altijd water ziet, dat je heel veel zichtlijnen krijgt. Dus nu begrijpt het iedereen eigenlijk. Maar niet vanuit die tekening. Ik heb altijd gezegd van, ja, believe me, het komt goed.
Ja, dat is een beetje de vorm van de steiger geweest. En we hadden natuurlijk ook het idee, op water ben je heel flexibel. Dus ik weet nog, met Bas hadden we ideeën, oh, je kan een drijvende kast toevoegen natuurlijk. Je kan van alles, een sportveld, enzovoort, enzovoort. Het kan ook, maar daar zijn natuurlijk regels voor. Dat is jammer. Dus uiteindelijk hebben wij twee eilanden die we nog mogen doen. Dus voorzieningen, die komen daar nog, die liggen daar nog niet. En uiteindelijk is de groep natuurlijk groeit. En we hebben hier ook een fotograaf in onze groep. Die heeft heel mooie foto's gemaakt. En die zitten allemaal op de website. En dan zijn de groepen natuurlijk, de mensen natuurlijk naar de architecten toegelopen. Hebben mooie ontwerpen gemaakt die we allemaal begeleid hebben. Hebben geprobeerd een beeldkwaliteitsplan te maken met z'n allen. Om ook iedereen een beetje te beschermen. Dus misschien wil niet iedereen bijvoorbeeld een groene woning naast je hebben liggen. Of een heel gekke gevel met bijvoorbeeld alleen maar zonnebloemen, weet ik wat. Maar daarom hebben we geprobeerd een soort beeldkwaliteitsplan samen te schrijven. En ik was uiteindelijk de supervisor, heb geprobeerd die te bewaken. Dat was niet makkelijk. Omdat we toch af en toe, de architecten probeerden natuurlijk heel creatief met de regels om te gaan. En het ging ook over de vierkante meters enzovoort, uitkragingen. Mijn rol was eigenlijk iedereen te beschermen voor elkaar. Uiteindelijk is het toch wel goed gelukt. Dus we waren bezig en opeens was daar een soort dip in het project, waar we dachten van oké, nu hebben we alles on hold gezet. En dan kwam de keuvel. En de keuvel is bij jullie waarschijnlijk ook bekend. Dus we waren bezig met Schoon Schip, hebben daar heel veel geleerd al. Dus de keuvel ligt naast Schoon Schip en die prijsvraag van de keuvel kwam. En daar zijn natuurlijk heel veel mensen uit Schoon Schip hebben meegedaan ook aan de keuvel. Bas heeft er ook meegedaan. Ik heb ook gevraagd, kan je daar niet ook weer de kosten berekenen van mij? Ik heb daar niet zoveel. Uiteindelijk hebben we daar ook een heel grote groep gehad met heel veel mensen uit Schoon Schip. En Philip, waar ben jij? Hier, met de champagne. En we hebben hier heel veel, even als sidestep, heel veel getest, geoefend. En heel veel dingen, kennis die we hier geleerd hebben, konden we weer meenemen naar Schoon Schip. En dat was heel fijn. Dus daar gaat Philip straks ook nog over vertellen, volgens mij, over het hele systeem. Wat leuk was, is natuurlijk dat we een heel grote spin-off hadden uit de keuken. Dus opeens hadden we een circulair manifest geschreven voor heel Barkstedt-de-Ham. Heel veel bedrijven, gemeenten, iedereen heeft het ondertekend. En Schoon Schip was natuurlijk, liep een beetje, we wachten daar toen een beetje op. Maar ook die ideeën van die woonboten die wij bij de keuvel hadden, dat die woonboten, afgedankte woonboten, krijgen gratis. Dat is eigenlijk ontstaan door kennis door Schoon Schip. Omdat ik heb geleerd dat je eigenlijk, daar hebben we ook geprobeerd bij Schoon Schip nog te onderzoeken, moet je niet tweedehands boten gebruiken voor Schoon Schip. Dat is natuurlijk veel duurzamer. Uiteindelijk is het bij de keuvel wel goed gegaan. Maar ja, voor het wonen is het toch nog best wel lastig eigenlijk. Maar goed, en daar ontstaan natuurlijk heel veel projecten bij. Dus Schoon Schip, en dan is het weer verder gegaan. En dan hebben natuurlijk heel veel architecten met verschillende aannemers hun plannen gerealiseerd. En dat duurde eigenlijk toch best wel wat natuurlijk. We hebben dan het hele systeem omgedraaid. Dat vinden we ook altijd leuk. We hebben niet een prijsvraag geschreven voor architecten of uitgeven. We hebben een prijsvraag uitgegeven voor aannemers. Dus we hebben aannemers gezocht die een soort met ons samen, een soort R&D-traject willen ingaan. Om eigenlijk opgeleid te worden door ons en door adviseurs om op de duurzaamste manier te werken. En we hadden wel echt een paar aannemers zo ver en gek gekregen dat ze het deden. En het was echt een heel bijzondere situatie. Dus we kwamen heel vaak bij elkaar en hebben samen geleerd hoe je dat project moet doen. En dat was eigenlijk heel belangrijk daarin. Verder hebben wij ook met de architecten, dus 20 architecten bij elkaar gezeten. En dat was heel handig dat wij ook met alle architecten bij elkaar gezeten hebben. Omdat natuurlijk niemand wist vooraf van hoe kunnen we dat project realiseren. Die complexiteit, die duurzaamheidseisen enzovoort. Dus dat was heel fijn met heel veel architecten aan boord te zitten. Om ook weer het kennisniveau omhoog te tillen. Die impressies hebben jullie waarschijnlijk gezien. De grootste kraan Europa weer. die bouwt het water ingetild heeft. Ja. Hier, dat is de dag van de eerste de intocht. Dus het moeilijke natuurlijk is dat we hier een heel fijne brug hebben in Barkstedt-de-Ham. Huh? Wat?
Dus die brug die kan ook niet zo makkelijk eruit. Dus de gemeente heeft ons toegestaan dat zij 3 keer de brug openen voor ons. Maar om dat af te kunnen stemmen met de productielijn van die boten, met een heel aantrekkende markt eigenlijk, waar elke aannemer geen onderaannemers meer vindt en alles uitloopt, de kosten omhoog enzovoort. Dat was best wel een klus. En dat ziet er heel schattig uit, maar op dag dat die boten het water ingingen, en zo'n boot wiegt gewoon 200 ton, daar ben je wel bang dat het in elkaar klapt eigenlijk. Het moment dat het in het water ligt en drijft, denk je, oké, stap 1 is gelukt. En dan moet hij nog van heel ver weg hier naartoe. Dus dan ben je weer bang voor het weer, dat het weer meespeelt. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Ja, en uiteindelijk, ja, daar heeft Philip straks even over de duurzaamheid. Leg jij ook nog het hele masterplan uit? No. Oké, dan even heel kort. Voor Metabolic even pratend. dus Metabolic is ook heel vroeg eigenlijk aan boord gekomen. Wij hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt vanuit ruimtelijk. En Metabolic heeft een masterplan gemaakt vanuit duurzaamheid. En daar stonden nog meer eisen in die wij wilden bereiken met elkaar. Dus naast de duurzaamheidsmenukaart van de gemeente hebben we zelf ook nog meer en hogere eisen opgesteld. Om ook uit te zoeken wat betekent dan de duurzaamste woonwijk. Maar daar ga je misschien straks nog meer over hebben. Ja, die steiger die we dan ontworpen hebben is eigenlijk een soort plug-and-play steiger. Je probeert alle leidingen, alles wat je hebt, onder de steiger te plakken. Zodat je als een boot komt met wat leidingen en een paneel gewoon heel eenvoudig kan aansluiten. En zo hebben we het smart grid, dat legt Philip straks nog even uit. We hebben een smart sewage, dus dat afvalwatersysteem is gescheiden, het zwarte water van het grijze water. En het zwarte water gaat naar een bioraffinaderij die aangelegd wordt binnenkort hopelijk van Waternet. Ik ga daar even heel kort over. En dan hebben we nog heel veel gewoon duurzaamheidsaspecten per woning. Dus de woningen zijn ontzettend goed geïsoleerd. We proberen zoveel natuurlijke materialen te gebruiken als mogelijk. Wij hebben samen als groep onszelf weer opgeleid om zelf te kunnen kiezen welke materialen wij willen kiezen. Dus niet gezegd, die en die materialen moet je hebben. Nee, we hebben een heel onderzoek laten uitvoeren van hoe milieuvriendelijk is een materiaal en hoe gezond is een materiaal. En we hebben een smart mobility hub gekregen. Ik weet niet of gaat daar nog iemand over hebben of niet? Is dat, moet ik het vertellen? ik mag nog een beetje? Oké. Nog 2 dingen. Ja, 1 ding heb ik nog vergeten. Dus ik ben bezig geweest met het plan. En ik was aan het schetsen, aan het tekenen. En ik dacht van, helemaal geïnspireerd, ik wil hier ook wonen. Dus eigenlijk wat Marjan zei van, je bent in het gewoonboot gelopen. En dacht van, oké, that's it. Dat is wat ik wil. Bij mij was het tekenen. Ik zeg van, that's it. Ja, ik wil gewoon, met het stedenbouwkundig plan nog. Dus ik wil hier ook in wonen. Dan heb ik mij op de wachtlijst laten schrijven en dan hebben jullie mij ingelood. Gefilmd allemaal, heel officieel voor iedereen. Hier, wat we nu merken, we hebben eigenlijk met een community, zijn rond 150 mensen. En opeens krijg je een soort status waar bedrijven naar je toe komen. Dus als je nu iets wilt, merken wij dat bedrijven of andere initiatieven naar ons toe komen. Die zeggen, oh, jullie zijn eigenlijk het perfecte pilotproject voor ons om iets te testen. Dat doen we nu ook met mobility. Dus we hebben hier nu een mobility hub heel dichtbij. Omdat wij officieel alle parkeerplekken op eigen terrein moesten oplossen. Dat kan natuurlijk niet op het water of heel lastig. Zijn we eigenlijk bereid om alle auto's te verkopen en een mobility hub te gebruiken. Waar nu volgens mij 8 elektrische auto's, een elektrische transporter staat, elektrische fietsen enzovoort. Dus een heel mobiliteitsconcept. Ja, en dat is eigenlijk het beeld van boven. Waar wij nu mee bezig zijn is om te kijken, oké, als met Space & Matter, hoe kunnen we nu wat we hier geleerd hebben eigenlijk verder brengen? Dus we zijn in contact gekomen met een van de architecten hier, dat is Hans Kuiper, met Heterarchie. En hij doet met ons samen nu een stedenbouwkundig plan en verkaveling voor de Floriade. Daar komen namelijk ook 60 waterwoningen. Daar zijn we nu bezig. En we proberen, want ons doel is eigenlijk dat heel ver te krijgen, eigenlijk als opvolging. Maar
daar moeten we nog kijken hoe ver we komen. Dus eigenlijk elk project wat zich nu soort waar we nu achter gaan, is altijd de vraag van Schoon Schip is eigenlijk zo puur mogelijk ontstaan. Als puur CPO, met alle duurzaamheidseisen die er ontstaan, die ik merk dat je als je met een ontwikkelaar in zee gaat bijvoorbeeld, het niet zo makkelijk is. Daar wordt heel vaak naar risico gekeken en afgepeld. Als CPO doe je dat wel. Dat zijn eigenlijk toch de unieke projecten waar je heel veel innovatie in krijgt. En ik denk dat een opvolging op Schoon Schip niet zomaar komt. Ik denk dat deelcomponenten in grotere projecten of in andere projecten nu gerealiseerd kunnen worden. Dat maakt het makkelijker dat er een wijk is. Maar zo puur als Schoon Schip, in de zin van duurzaamheid ook, en sociale en maatschappelijke duurzaamheid, dat is niet zomaar gedaan, denk ik. Dan moet je ook... dat moet je als groep doen. Ik denk niet dat je het als projectontwikkelaar kan kopiëren, zoiets. En we zijn bezig in New York, in Brooklyn, Red Hook. En hier is ook een initiatief geweest die heel graag... Dus je hebt hier een soort... in New York natuurlijk en andere gebieden heb je natuurlijk heel veel te maken met hurricanes en storm enzovoort en flooding. En daar zijn meer en meer mensen eigenlijk over de hele wereld nu op zoek naar, is niet een soort waterwoningswijk een realistische oplossing om hier op zo'n manier te wonen. In plaats van nu alles te beschermen, alle kusten enzovoort. Dus eigenlijk een soort met het water leven en wonen in plaats van tegen. Dus hier zijn we bezig met een groep mensen, maar dat is niet voor wonen, dat is meer een soort werkwijk die het gaat worden. En, maar dat is helemaal nog in de beginfase. Dat is. Is dat van jou al? Dat was de presentatie. Applaus voor de. Had je nog water? Ja, drink water. Hé, maar Sascha, wat je zegt eigenlijk. Dus die groep is echt een voorwaarde, hè, om dat weer te kunnen doen. Ja. En wat ik ook wel heel opmerkelijk vond, is dat die supervisor. Die mensen beschermt, want die mevrouw naast me zei van mensen moeten ook beschermd worden. Hè? Dus dat is denk ik ook een hele duidelijke voorwaarde. Hè? Dat er één iemand is die het goed in de gaten houdt. Ja, dat is natuurlijk ook, het bestuur heeft het ook gedaan natuurlijk. In het begin was dat natuurlijk een stichting. Ja, ja. En een stichting is meer een soort ontwikkelstichting. Ja, geweest. Maar jij moet natuurlijk zorgen dat het een leven. Ja, ruimtelijk. Ja, maar dat is wel, daar moet je uiteindelijk 100 jaar mee door. Als je daar woont. Ja, zeker. Dus zijn er ook momenten geweest dat je dacht... natuurlijk weten we allemaal dat het lastig is. En dat het af en toe lastig is. Maar kun je er één moment uitleggen dat je dacht... dit is best... en die architecten. Prijsvraag voor aannemers vind ik echt een geweldig, geniaal idee. Ja, ook dat ze daarmee... dat iemand kwam. Ja, was dat in de tijd dat aannemers het voor het kiezen hadden? Ja. Maar ze deden toch mee? Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja, er waren wel aannemers die, niet allemaal, maar twee aannemers die echt gespecialiseerd zijn op water. Op waterbouw. Ja, en die wilden eigenlijk weten van oké, hoe... En zij leren daar ook van natuurlijk. Ja, en dan hebben ze natuurlijk een unieke marktpositie als ze de duurzaamste woningen kunnen maken. Dus dat was wel in hun interesse ook. En was dat Benneke in Zaandam? Of wel? Nee, het was gewoon Balance Douw was het toen, maar er was nog ABC, maar die is heel snel afgehaakt. Oh ja. Maar dat zijn allemaal dingen die misschien ook voor de dromers die ook zoiets willen. Dat komt allemaal op het platform wat we straks ook gaan bespreken. Hè? Ja. Dus dit soort tips van wat zijn de aannemers die je moet hebben. Die groep. Wat je ook zei, deel dingen van Schoon Schip zullen zeker overgenomen worden. En dan gaat het natuurlijk ook over de snelheid van zoiets. Hè? Ja. Dus als je nu in de marktsituatie is nu heel anders. Totaal. Natuurlijk. Ja. Dus als je nu een project zou doet. Nu niet meer... Anders. Dus je moet echt je best doen om een soort community-gedachte daarin te krijgen. Ja. En daar is een manier, en dat is namelijk de mede-opdrachtgeverschap. Mede-opdrachtgevers, dus niet CPO, maar MO. Ja, mede-opdrachtgevers. Oké, maar dan gaan we terug technisch, want ik wil Philip ook even naar voren vragen. Philip Gladek, van Gladek, hè? Broer van de metabolic vrouw. Kom even naar voren, Philip. Hij gaat zijn presentatie doen in het Engels. Ik kan goed Nederlands verstaan, maar hij... kan zich makkelijker uit in het Engels. Dus mocht ik dingen niet snappen, doe je vinger op en dan vertaal ik het gewoon vrij. Philip, spectral. Wat is spectral? Spectral is a company focused on smart energy solutions. So actually,
instead of having static systems where you just plug into the wall and expect energy to come out, actually moving towards smart, connected, coördinated grids. Dat is echt een specialiteit. Want dat is eigenlijk, omdat deze wijk is niet alleen heel bijzonder vanwege de groep, maar vanwege die extreme duurzaamheid en dat smart grid. Dat is eigenlijk het meest innovatieve. En daar ga jij ons nu over vertellen. Right. Take it away. Wil jij deze hebben? Sure. Yeah. Sure. I think it's better to amplify. Ja. Yeah. Great, thanks for the intro. To give a bit of a broader introduction. I came to the Netherlands about 7 years ago to help my sister start a company called Metabolic, which Sasha mentioned a couple of times. And Metabolic has been involved in Schoon Schip for almost 7 years now, working at various points. And for me, it's really great to see this project come to life because, well, I've also been involved for that time at different parts within the development. And in 2015, we started Spectral as a spin-off of Metabolic, which is a company focused on smart energy solutions and developing also not only technology, but systems that are geared towards evolving the energy transition and taking us to the next steps. I have this clicker here to move onwards. A bit about how I got involved in this project. It was around a bit more than 7 years ago. We were living in Rotterdam at the time, and my sister had just started Metabolic, and we decided, well, it was time to get out of Rotterdam. So we were searching for an office in Amsterdam, and that's how Eva came across Sasha. And at the time, Sasha was busy with, together with Marjolein, working on an innovative, sustainable office park, which is called De Kovel, also just around the corner from Schoon Schip. And so we decided to sort of jump into that project and contribute. And we managed to, at that time, actually being a very young company, secure our first paid gig, which was from the Ministry of Innovation and Agriculture at the time it was called, and we got funded to actually do a feasibility study on how can you transform two currently unused plots, one of them being highly polluted, into thriving sustainable communities, and then looking from the lens of the technology. So what kind of systems do you need there to actually facilitate sustainable energy, water, sanitation, so all the core resources we need to lead a healthy, comfortable life. We published this report, and we were very happy with ourselves because we had figured out which kind of systems you need to have in place. And then about 2 weeks later, I think Sasha called saying, "Hey, now we have to build it." And so that was sort of the beginning of the journey of taking a nice conceptual picture and actually turning it into something real. And we built De Kovel first, and I spent about a year and a half of that project under the floors of the boats and on the roofs and cutting boats in half and learned a lot. And out of that actually is that experience and getting the hands-on practical exposure is what led to us setting up Spectral to really focus on the more applied hands-on aspects and deciding to focus on energy first, because energy is, from our perspective, the most urgent issue to tackle. If you have enough energy, you can produce clean water, recycle materials, and all the other challenges we're going to have to overcome in the coming years together. Before diving into Schoon Schip, a bit about the context of why Schoon Schip is such an important project and also enabling this energy transition to happen from a bottom-up perspective. Actually, how many of you know what a smart grid is? Okay, pretty good coverage. Smart grids are an essential component of the energy transition, because while everyone's talking about putting more solar and wind,
that's only half the equation, because if you have these volatile sources of supply, well, you actually need to also be able to store energy so that when the sun isn't shining or the wind isn't blowing, you can use it later. And you also need to be able to keep the network in balance. So the way it works now is you have, you know, the largely centralized supply-driven system where big generators are producing energy. And to keep the network in balance and keep the lights on, yeah, these big fossil fuel-based systems are ramping up and down and helping keep this balance. Now, if we envision the future where these centralized fossil-based systems are shut down, well, it won't be a handful of big generators that TenneT has to coordinate anymore, but rather millions of distributed systems that need to carefully keep this balancing act going so that, well, we can have the energy at the quality we've been used to. And at the same time, well, electrification of mobility and going gasless is a key step towards achieving this transition. It also creates a lot of challenges because, well, when you plug in your car or run a heat pump to heat your building, that creates a lot of strain on the existing grid. And that's, again, another key challenge which smart grids can help overcome by actually coordinating when you use certain devices, yeah, flexibly controlling these energy assets. So before I go into the specifics on Schoonschip, I wanted to also mention something that many of you might not be aware of, but Schoonschip is also, I think, a really important example, not only for the Netherlands, but actually for Europe as a whole, because recently, about 2-3 weeks ago, in the official journal of the European Commission, the Clean Energy Package was published. And one of the articles I wanted to show you an excerpt of is Article 16, which is about citizen energy communities. And so, actually, this directive that's described here is supposed to be implemented by the member states within 2 years. I think that's going to be a pretty tricky one, but nonetheless, member states will be obliged to actually pass this into law. And what does it say? Well, for one, the EU wants energy communities to be able to own or lease their own networks, so the physical cables and infrastructure. On the other hand, they also want energy communities to have the flexibility to share electricity with each other, to be able to actually manage their own peer-to-peer exchange. Another thing is that these new emerging energy communities should be able to access the energy markets either directly or through aggregators. And lastly, well, what I talked about before about keeping this balance, currently the big energy suppliers are financially responsible for making sure that their portfolio stays balanced. Suppliers like Green Choice or Nuon or the big parties. But the EU actually also wants these energy communities and future users to actually be responsible for the imbalances that they inflict, which on one hand is a risk, and on the other hand is also an opportunity if you have the smart systems in place to actually help you keep your own portfolio or community in balance. So one of the unique things about Schoonschip is that they are one of the first projects to acquire the Experimentele Regeling, which is a special legal exemption from the RVO via the Ministry of Economic Affairs. And what it means is actually that Schoonschip as a community, the VVA formally, has a permit to actually be their own netbeheerder, their own energy leverancier, and their own producent. So after spending billions, maybe trillions of euros on unbundling the energy sector and separating the suppliers and the grid operators, well, now essentially they're allowing this to be rebundled in the context of these microgrids. And so the Experimentele Regeling was actually created by the RVO as a way to actually test out some of these principles, because they knew that these regulation changes are coming. So we need experiments to see how is this actually going to work in practice. How do you have a community own their own grid, something which is normally only done by the netbeheerders, and how do they have to organize themselves? And so, well, as a result, being one of the pioneers actually pushing the boundaries and making this happen,
that also means there's a lot of stuff to figure out. Talking with the tax authorities, talking with the ACM, all different parties, and none of them actually know exactly what to do. So it's a lot of interesting processes. Besides the grid, which is a private microgrid, part of the smart grid development also includes a research program which is running in parallel, involving CWI, a Dutch research institute, and Fraunhofer Institute in Germany. And these researchers were able to secure their own funding to actually develop new algorithms and ways of optimizing these kind of grids, looking specifically at the context of Schoonschip. And there's also a project in Germany, which is another pilot site involved in this program. Yeah, this picture is from a few years ago. We were also innocent back then. And now pay attention, because I'm going to explain what every single line on this schematic means. No, actually, just messing with you. I wanted to show, well, this is actually what goes in everyone's house from a technical perspective. I'm not going to go into too much detail, but we have a lot of meters that are measuring in real time what's happening inside of every house, battery system, and in the middle of it all, a smart grid control module, a small computer that every single household gets and is responsible for actually coordinating all of the flexible resources and renewable energy on the household level. And well, here I have a picture of the battery system. So we actually built for Schoonschip a custom battery, which was specifically designed to connect to this smart grid so that we could control the batteries remotely. And every single household has its own battery system. And via the batteries, well, they actually form a very important backbone of the smart grid, because one of the things I didn't mention about having this private grid is that Schoonschip actually was faced with this this congestion challenge I mentioned before in practice. So one of the things is that the grid, the cables, and the connection to Liander's public grid is actually dimensioned smaller than what it normally would be if you didn't have a smart grid. So normally Schoonschip would have needed a much bigger connection with a transformer, which would have been a lot of extra costs and a lot of extra infrastructure. And since we were developing this cutting edge smart grid and placing all the battery systems, we decided, well, yeah, it must just work. and that's essentially the batteries enable this smaller connection, because we measure in real time what's happening on the connection point with the public grid, and when there's not enough energy, the batteries respond and are able to peak shave to make sure that the power doesn't exceed what the cables can handle. And it's not only the battery systems, but also, you can see on the left, every household has a smart grid ready heat pump and also heat storage. And so we also control the heat pumps in order to keep this local balance of supply and demand, not only to peak shave, but also to make sure that Schoonschip can be as independent as possible as a community, being able to maximize their own solar self-consumption, and also in the future to provide these network balancing services to the grid. And so even though every single household actually has its own battery system, we actually, they're collectively owned by the VVA, and in effect, they're one big buurtbatterij. So they're able to act together in unison as one large battery, but distributed in everyone's house. Some other nice features are that, if the grid goes out, the batteries continue powering the critical loads in the house, preparing for future resilience. So one of the things, I basically talked a bit about the microgrid concept, mainly focusing on Schoonschip and the community and what has to happen within this microgrid. But of course, the next step is, once you have all these smart systems in place, well, you have extra flexibility and the capabilities to actually have a positive result on the public grid to help with this transition from the centralized fossil systems towards keeping the net in balance with all of these small-scale distributed systems throughout the entire network. And one interesting thing that some of you might not know is that
Well, the grid frequency here in Europe, which is at 50 hertz, is actually the same everywhere in Europe in the interconnected regions, meaning that what you do at Schoonschip with a battery system, it's a small impact, but it has an impact on the frequency in Germany or in the other interconnected zones. So that's also why keeping this this balance is something that can be done across nations, across Europe. And once we have the systems within Schoonschip in control, the next step is actually making that connection to the market, to enable Schoonschip to not only procure their own sustainable energy in a more efficient and transparent way, but also to be able to actually provide and sell these balancing services, well, on one hand, to earn a bit of extra revenue with all the flexibility sources, and also to play a key role in understanding how do you actually organize these kind of new market models with energy communities, with emerging technology, and make it all work. So one of the things we're very proud about, and we'll be telling more about in the coming months and years, is we recently found out that together with the city of Amsterdam, we were awarded a European grant to develop a positive energy district and to actually connect all of the different smart grids and the projects that we're working on in Buxel-ter-Ham into a larger energy community. And so, well, De Kovel, you've already heard about, Schoonschip is underway. Republika is another large kavel of 20,000 square meters, which is gonna be starting construction at the after the summer. It also has this exemption for the private microgrid, and Poppies as well is another housing development in the area that is also developing a smart grid where Spectral is involved. And so we're gonna be connecting all of these different communities and bundling their energy and flexibility together to enable them to actually buy energy directly on the wholesale markets. And Green Choice is actually helping facilitate this by stepping back from their role as a normal supplier, but purely acting as a gateway to the market. So this community will be able to forecast how much they need to, firstly, be able to trade energy amongst themselves, and what they need extra, they can buy on the wholesale markets, and also be able to sell the flexibility of their systems to provide these balancing services. So looking forward to kickstarting this project, and it's gonna start in November officially. Applause. Baffled, flabbergasted. They always have better words in English than in Dutch. Maar jezus, voor zover ik het heb gesnapt, is het wel waanzinnig. Heeft iemand een hele intelligente vraag? Ik vind het een... Want dit gaat dus, we gaan ook met Julia, waar is Julia? Dat is Julia, toch? Nee, waar is Julia? Julia, gaat straks met jou even dat platform verder. Hey, maar Philip, die European Grant, dat is een enorme eer. Dus je kan, dit is het voorbeeld voor Europa. Yes, indeed, and actually nowhere in the world I think you'll find a case where you have this many pioneering projects and really leading the way on this transformation, not only from the technology side, but actually how do you organize this, the social aspects, the governance. The organization of the governance, dat lijkt me ook nog een heel ding. And and one thing I didn't mention is, of course, while this program is focused mainly on energy, the idea of this communal lifestyle and how can technology better support living as a community is central to this. So we're going to be looking at ways of incorporating car sharing, other local community services. So going beyond just energy to see how can we best connect everyone that's. Maar dit is de communal aspect, dus dat het feit dat het een groep is, dat het communities zijn, dat is echt voorwaarde. Dat moet, omdat het uitwisselen is en dat het met elkaar. Vergaderen erover, wat gaan we doen? Want hoe staan de usual suspects, de Nuon en dat soort types hier tegenover? Wat vinden zij hiervan? They're definitely observing and seeing, what's happening, but more from a passive perspective of seeing these developments. And I think we're not the only ones. There's other companies actively working on setting up these kind of new market models. Yeah. But the trend is clear. Maar ze zien dit gebeuren en ze denken, is dit voor hun disrupting?
I think it will be once it reaches a more of a scaled mass market approach. I mean, these are the first steps towards making it happen and figuring out how it should work. But once we've cracked the code... dat is, vind ik echt het allerstoerste. Dat dus de code gecrackt wordt en dat jullie echt disruptief... Hey Paulien, dit is voor jou toch ook heel interessant voor jouw platform 020-025, toch? Ja, ik liep vandaag op Eiburg en daar zei iemand, dit is Eiburg 1, hè, dat oude Eiburg, dat is dan energie, dat krijgt nog energie. Eiburg 2, centrumeiland, dat is dan energie neutraal. En Eiburg 3 wordt energie positief. En dat is wat jij ook zegt, we gaan hier een wijk van maken die energie gaat leveren. Dus een stadswijk die energie gaat leveren, dat is fantastisch. Ja. Dat vinden wij als 02025 echt fantastisch. Echt heel fijn. 02025 zijn alle koplopers, hè? Ja. In Amsterdam, die dus zeggen, wij gaan het gewoon doen. We gaan niet praten, we zijn het gewoon aan het doen. Dat zijn de mensen. Maar jij kende dit hele verhaal natuurlijk ook al wel. Nou, niet uit mijn hoofd. Maar niet uit je hoofd, maar wel dat ze dus... En wat een opsteker dat het een Europese prijs heeft gewonnen. Dat is natuurlijk, of in ieder geval geld dat krijgt ook. Zit daar een man met een hele interessante vraag, waarschijnlijk. Je was de dromer ook, hè? Je was een dromer. Did you consider the option of not connecting the grid to the existing grid? So... Let's say an off-grid grid. Definitely. I mean, this a lot of different options or alternatives were explored, especially in the beginning. However, our general perspective on this is that, well, especially in the Netherlands, where you have, in the winter, darker months, and you would need to over-dimension your battery systems, your PV, by at least a factor of 5, just to last through those 2 months. And then from a sustainability perspective, I mean, the grid is there. The Netherlands has a perfect grid. It's everywhere. We live in the matrix here. if that infrastructure is there, then you'd better use it. If you have a community in Africa that's kilometers away from the nearest grid point, then sure, looking at how to go off grid, makes a lot of sense. But here, once you have your battery systems and the flexibility and your own production, well then, still Schoonschip in the summer feeds in a lot of energy. So it is best that at this time and in this picture, the big hotel at Republika can be consuming that energy and it can all be administered underneath. And about the comment you made that this is really, a prime example for Europe, I forgot to mention that in this program we have a second demonstrator project, which is in the city of Bilbao in Spain. Mm-hmm. And there's 6 other municipalities, including Copenhagen, Krakow, and a few others that are actually aiming to replicate the results of this in their own cities. So it's very much, it's a public-private partnership project. Very much the cities are in the lead. And we're just... But they're going to replicate what you're doing here. Well, as much as possible, or the parts that fit into their context. Precies. Dus everybody's watching what's going to happen here. Nog meer vragen? Ja. Well, I'm actually curious, how are we ever going to get to the through the winter here in Holland? You mean in the future where there is no fossil generation present? Yeah. Yeah. Yeah, that's where seasonal storage is essential. And I mean, for now, battery systems provide a good way for short-term day-to-day storage of storing your solar in the during the day and releasing it at night. But really, to make it through those long winter months, what we need is a huge oversupply of renewables, which is then able to be converted into mediums such as hydrogen or other forms of storage that can be stored over longer periods. And we will be relying on these long-term storage banks to actually supply a lot of the energy over the winter months. Nog meer vragen? Ja. It's also connected to the Juliet, the payment coin. The Juliet was a project that we did with Aleander at De Kovel. And it was a bit of the first step towards exploring how can you organize these local peer-to-peer... The Juliet was a coin, hè? Waarmee je dus... Okay, sorry. Indeed. So the Juliet was a token which we set up based on blockchain technology, which represented solar energy. And that the idea behind this project was, how can you attach other forms of value to this distributed network and using this token to, for example, buy beer at the cafe for your excess solar. And these are all themes that we're going to explore in this project in
how can you create the right systems to support these local community values. For how many years do you have this this European program? It's a 5-year program. 5 years, but the Republika Poppies will be built and realized in 2021, end of 2021. Mm-hmm. So we expect most of the work, at least that Spectral is doing within this program, to happen in the coming 3 years, mm-hmm. and the last 2 years being more for knowledge dissemination and refinements. And then can see how it works, how it really works. Actually, before Julia presents, I was going to show just a quick sneak preview of the first steps towards what, how does managing your own grid and living in a smart grid look like from the user's perspective, and show a very brief demo if there's time. Okay, hij is namelijk eigenlijk de baas. He's the boss. So it's a demonstration. It's a film, or is it? I was gonna show just a live demo of a demo account where it's very much how a work really in progress. Oh yeah, let me see. Yeah, show us. Yeah, yeah. All right. Then I need my laptop. The huge laptop. It looks like some of free, from the 80s. It's on its last legs, but sustainability is about using. Yeah, very good. They're really breaking down. That's my excuse, anyways. Oh, kijk. wat is je wachtwoord? Yes. So, like I said, this is very much a work in progress. Actually, the first user accounts have been issued to, Marcus has one, he's there in the back, and we're still working on actually getting everything up and running, and the whole platform will evolve and change over time. But this is basically the initial version, the beta version of what do Schoonschippers actually see when they log into their system to be able to see information about their own energy. So, being able to, customize their own dashboard. And, I'll just speak loudly and put the microphone down. But here you can decide, what you want to see in terms of the information. And eventually we want to also look at ways of actually creating elements of gamification or comparing the efficiency of different households. This is a process we still have to get into. For now, the basics are the most important. But beyond showing information about what's happening, and we have other pages on the actual data that's connected, we also wanted to make it more visual and tangible for. Oh, my hotspot is not up. I guess my phone has to be unlocked. Okay. Technology. yes. So, based on actually a SketchUp model that Space and Matter made, we created an actual 3D model of the community so that you can see in real time what's happening. And on one hand, this is to visualize the energy flows for the community members, but also for us to be able to monitor and see what's happening in the different households for the systems that we're responsible for. Right now, this is running with demo data, but you can see here that if you click on the different systems, you can see in real time what's actually happening, and in this way also using as a tool for actually asset management. There's also, of course, all the graphs on your own energy data. But one of the cores of this system is actually to help Schoonschip be their own energy leverancier and grid operator, because they no longer get a bill from Green Choice or whoever else. They are the supplier, meaning they need to actually do their own administration. They have to know how much everyone has to be billed. And so this platform is also a way of enabling them to configure various cost models, so the accountant can configure how much is the cost model of Leander, so they know how much is going to be paid on the main connection, the energy belasting, so that they can do tax administration properly, and of course being able to issue invoices and other things, where users can also see a complete overview of what do they have to pay in each month, what are the energy taxes, how are they built up. All the different service fees,
and yeah, seeing exactly how much they're expected to pay for their bills. And of course, yeah, later as we expand the system and make the connection with the market, there will be a lot more information available here, like being able to see which wind farm supplied your energy on a given day, or actually having greater transparency in where is your energy coming from, what were market prices, and how much, for example, is your battery earning you by selling these flexibility services. So, well, there's a long way to go. And one of the things that that we also implemented was this community calendar, which enables the community to put events in, but also manage bookings of the Inspiration House, which is part of the community, a central meeting space for events, not only for Schoonschip, but for the surrounding area. And well, that was in short the smart community platform. Jesus. Oh, in short, thank you very much. Whoa. Jesus. Kun je dus ook zien wat de buren verbruiken? Yeah, so that's a very good question. And the topic around privacy and what kind of settings have to be in place are is definitely a topic that still needs to be addressed in terms of how flexible should these settings be. Yeah, for now, in the power flow, you can only see the PV, the heat pump, and the battery, so not your household consumption, so that's still private. But in the next version release, we will have more around being able to configure which data streams you actually want to show or hide. Precies. And, our experience from De Kovel, at least, was that everyone was more or less on the lines of make it all open. But this is a household case. Yeah, precies. So De Kovel, they were only working there, of course. Exactly. That's the difference. Okay. But that's still work in progress. Indeed. And for now, the data is being used in the context of the research ongoing in this project. That's certainly something, the privacy is certainly something that's being looked into. Laatste vraag. Ja. Vanaf hoeveel eenheden, gebruikers, gaat dit spelen? Dit zijn er 30 of zo. I'm not sure if I fully understand. How many households are and, are connected to this? Yeah, from how many do you have... how many households are there? Hoeveel heb je er nodig? How much are needed, required to do this? That's a very good question. It's a minimum. It depends on what this means, but I mean having your own grid and managing it, there's a certain, let's say, point at which the business case is better, and Schoonschip, I would say, is around, let's say, the smaller edge of what you would want. But still, probably it depends on the context, really. What's the minimum? I would say, at least 20 households to make it start to be interesting. So, but if that's you want to do need. The active participation on the markets, that of course isn't that'd something that's just available as a thing to sign up for. And there, the more people you have, the better, the more volume, and the better you can optimize the market sourcing. Yeah. Okay. Thanks very much. Thank you very much, Philip. We gaan weer voor je klappen. Toch de man met de meeste baas. Julia Emmering, kom even naar voren. Want we gaan... Thank you bedankt voor al die... Dit was zo ongelooflijk een inspirerend verhaal. Ga ik jouw laptop gebruiken? Julia, je bent een schoonschipper? Ja, ik ben bewoner. Maar net zoals... Het eerste uur, tweede uur, derde uur? Nee, 26e uur. 8 jaar geleden ben ik gekomen of zo. Dus dat is geloof ik weer... Want het gaat natuurlijk om, we hebben allemaal gehoord hoe het tot stand is gekomen. Wat een ongelooflijk knappe koppen, wat een doorzettingsvermogen en wat een slimheid. En ook mensen die er heel veel zin in hadden. En hoe gaan we dit voortzetten? Nou, binnen Schoonschip zijn we natuurlijk nooit echt alleen maar geïnteresseerd geweest in nu de deur dicht trekken en dan niks meer doen. Dus we willen onze kennis graag delen. We hebben ontzettend veel kennis opgedaan. Er wordt ontzettend veel werk verzet door Schoonschippers. Dus bijna geen bewoners doen niks anders dan hun eigen kavel. Dus we hebben werkgroepen. De mobiliteitshub die je net zag, die is gemaakt door een werkgroep. De Smart Grid groep snapt wat Philip zegt en ik niet. Dus die kunnen het dan uitleggen aan de rest. En een andere groep. En ik had als deeltaak een platform opzetten. Ja. Waarmee we dus kunnen delen wat we weten. Jij kan het ook laten zien, hè, geloof ik. Pak even een microfoon. Ja. Of lukt dat met... Het is heel intuïtief, dus het mag ook leuk zijn, dachten we. Dus een beetje duurzaamheid. Dus we hebben Space Better heeft de tekeningen geleverd. En Spectral heeft de
site gebouwd en wij hebben de content geleverd en dus het proces aan elkaar geplakt. Het is eigenlijk zo dat we, wat we hebben gedaan is, Marjan vertelde al dat het ontzettend veel aspecten heeft, zo'n proces als Schoon Schip. En we hebben dus impactgebieden benoemd. Dus we hebben, dit is bijvoorbeeld water. Dan stopt alle animaties stoppen behalve de duikboot, die hoort bij water. En als je daarop klikt, dan kom je dus op de water impactgebied. En dan hebben we een doel en dan hebben we een aantal, nou dan kun je een beetje kijken wat we hebben gedaan, hoe we dingen hebben georganiseerd, sedumdak. Even terug naar de greenprint. We hebben dus hier eigenlijk een heleboel dingen in benoemd. We hebben energie, dat is ik zit met mijn muis erop. Materialen, dat is deze. We hebben social and governance, dus hoe hou je de groep bij elkaar en juridisch en financieel, die hebben we nu uitgewerkt. We hebben een aantal gebieden die we nog gaan toevoegen, want we wonen er nog niet allemaal. Ik ben zelf aan het verhuizen naar een turquoise ark, sorry Sascha, die is er doorheen gesneakt. Ecologie voegen we nog toe, voeding, daar is onder andere Bart mee bezig, want we gaan met zorgboerderijen samenwerken en dergelijke, en welzijn en gezondheid, dus die voegen we in de loop van de tijd nog terug toe. En dan hebben we een frequently asked questions zodra er vragen zijn. En een colofon, dus we hebben eigenlijk een beetje gekeken van, nou, wat kunnen wij nou bedenken wat interessant voor jullie is. Eigenlijk zou ik zeggen, dus we hebben een heleboel termen hierin die, als je eroverheen hovert, krijg je uitleg. En we hebben een aantal downloads, bijvoorbeeld de tender en de materialenlijst. We hebben natuurlijk ontzettend zitten puzzelen, waar mag je nou mee bouwen en waar niet mee. Dus die zitten gewoon onder een download, dus die kun je krijgen. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel dingen waarvan we hebben gezegd, ja, dat is zo specifiek voor ons. Dan moet je maar even mailen. Dus er staat ook een contactpagina van. Wat heel leuk is hier op de energiepagina. Hebben we een 3D-model gemaakt, heeft Spectral gebouwd. Van kavel 22, dat is die van Marjolein. Kijk even of die kan laden, maar. Ja, hij laat. Dus daar kun je klikken op zaken. Even kijken hoor, even uitzoomen, inzoomen. Nou, daar kun je. Kun je kijken wat er allemaal. Hiernaast komt nog een minuutje hoor, daar zijn we nog een beetje mee bezig. Maar. Dus hier zijn allerlei. Er is hier van alles te ontdekken over wat. Ik zit zelf ook nog. Ja, het internet is een beetje traag hier. Ja. Nou ja, dat gaat bij jullie thuis allemaal beter. Dus dan kun je kijken. Maar wij kunnen er allemaal op. Dus dan kun je zien hoe Marjolein haar ark heeft ontworpen. En wat er allemaal gebeurt. En hoeveel energie ze verbruikt. Ja, als het eenmaal bij het Smart Community, die zit hier ook onder. Oh ja, precies. Dit is bedoeld om ons kennis te delen. En ongetwijfeld, we gaan nog dingen toevoegen. En het komt nog een Engelstalige versie. En we gaan hem nog uitbreiden. Geweldig. Maar dit is de eerste versie. Hij staat nu online. Hij staat via Schoon Schip kun je erop linken. Heb ik begrepen van onze communicatiechef. Je kunt ook terug naar Schoon Schip, dus hier kom je op de Schoon Schip site. Geweldig, zeg je. Echt fantastisch. Marjan, kom nog even bij, Marjan de Blok, ter afsluiting. Want dit is waar we het voor deden, hè? 11 jaar geleden, misschien wel. Ja? Nou ja, waar je het voor doet dat het zover is gekomen dat je nou zo'n platform hebt. Hoe belangrijk is zo'n platform? Ja, dat is waanzinnig. Eigenlijk is dit ook een van onze antwoorden natuurlijk op jouw vraag van net. Van hoe gaan we nou zorgen dat dit niet voor de happy few alleen maar blijft? Ja. Want je kan hier gewoon alles vinden. En het is. Julia zei het al, de bedoeling is echt niet dat we hier met 46 huishoudens, olé, en hek eromheen en dikke doei. Het is echt, ja, we hopen echt dat mensen dit gaan bezoeken. En als hier breek je de bubbel mee open, want is het ook zo het maken, want het is ontzettend leuk gemaakt. Ja. Is dit, hier vergaderen jullie hier ook over, of is dit gewoon, dit is de platformcommissie die besluit dat dit zo speels wordt? En Julia koppelt dan bijvoorbeeld terug naar het bestuur van, willen jullie hier iets van vinden? En soms willen we dat en soms niet. Maar het gebeurt wel allemaal in goed overleg. Maar het is niet dat we nou met 46 huishoudens hier dit plaatje. Precies. Nee. Maar dat platform, dat is eigenlijk ook de manier waarop jullie
die poorten open willen zetten. Ja, ja. En dit is echt... En hij is nu gelanceerd, geloof ik, hè? Dus nu wordt hij... Ja, wat gaan jullie doen om te zorgen dat iedereen daarbij... Kijk, hier zitten een paar dromers in de zaal. Die komen een pak als ze zwijgen. We horen ook wel in de pers, dat zijn alleen maar mensen die dat interessant vinden. Hoe gaan we dit openbreken en zorgen dat iedereen hier op gaat kijken? We geven rondleidingen. We hebben ontzettend veel persaandacht. Ja. Veel lezingen. Dus dat moet het wel gaan doen eigenlijk. Ja, want dit is je woont lekker, Bart en al die mensen, maar je moet ook dus de boer op. Dat is natuurlijk ook iets wat volgens mij zo'n groep eist, dat je het gaat verkopen. Dat je het verhaal vertelt, hè? Ja, we zijn absoluut een open geheel. En we vragen ook best wel veel van de mensen. Want dit is best wel, heb ik zelf ook gemerkt, als je net een week ergens woont en je hebt toch een kleine overstroming in je kelderbak. En er loopt een kudde toeristen langs. Dan heb je geen zin om vriendelijk te zwaaien. Nee. Dat is gewoon een feit. Dus we zijn heel erg aan het kijken van hoe gaan we dat nou zo doen. Het wonen staat in eerste instantie wel staat soort van voorop. Ja. En daarnaast zijn we een open wijk waar we mensen welkom willen heten. En we zijn heel erg aan het kijken naar waar die balans ligt. Maar dat komt helemaal goed volgens mij. Ja, ik vind het heel spannend. Je woont eigenlijk in een soort etalage, hè? Bijna wel, want je loopt zoveel mensen lopen die stijgen op en willen het weten. En ik zou zeggen, jongens, plak het dicht. Zeg, ga naar die website en kijk daar. Nee, het is ook echt heel leuk. Het is leuk, ja. Hoe vaak ben je niet zelf ergens langs gevaren of heb je ergens gelopen en werd je daar heel gelukkig van? Ja. Dat hebben wij, dat geven wij nu. Dat vind ik echt heel... Dus je wil heel... echt mensen gelukkig maken. Ook, je wil van die happy few, wil je many. Ja. Many maken. Nou ja, oprecht, ja. Ja. Nee, dat geloof ik graag. Maar dat moet je dan ook wel... Het wordt eigenlijk een soort church, zeg maar, bijna. Iets religieus krijgt het. Ik zit zelf ook in de VVE. Dit doe je allemaal in de avonduren. Hij zit zelf ook in de VVE en vraagt zich af of mensen dit allemaal in de avonduren doen. Ja. Eigenlijk een goede wel. Vraag. Ja, daar komt het wel op neer. Heb je nog een sociaal leven? Ja. Heb je nog een sociaal leven? Hier, nee, dat is hier. Dat is hier. Maar ik vind het waanzinnig en ik vind het ook fantastisch dat dit een soort missie wordt om dit verder te verspreiden. Ik heb nou wel van Sascha begrepen dat het wel echt heel duidelijk aan bepaalde eisen, of van jullie ook begrepen, moet een bepaalde groep zijn. We weten ongeveer DNA. We weten dat dan helemaal die happy few heel graag many few willen maken. Dus jongens, laten we elkaar gelukkig blijven maken. Ik heb op deze vraag manier. Nog. Oh, heb je nog een vraag? Dat vraag ik me echt af. Ja. Of de mensen die hier al dromend binnenkwamen. Of die, ja, dat is een goeie. Hoe die zich nu voelen na al deze informatie. Maar Jan, het dat is jij bent een betere moderator dan ik. Dat is natuurlijk. Nee. Want hier zitten die dromers. Ik kan me zo voorstellen. Ja, ben je gelukkig geworden? Ja, ontzettend. Maar Jan, het is gelukt. Ja, nog een hele belangrijke vraag voor mij. Ja. Als je bijvoorbeeld heel weinig geld hebt om in te leggen, hoe doe je dat dan? Ik bedoel, hoeveel geld moet je verdienen om zoiets om daar te kunnen wonen? Of om het zelf op te beginnen, bijvoorbeeld? Ja. Daar is niet een eenduidig antwoord op. Er liggen woningen die van... Nou, er is denk ik één woning van 3 ton. Dat is zo'n halve bak, zeg maar. Dan heb je ongeveer 90 vierkante meter. Maar er ligt er ook één die over de miljoen gaat. En voor alles wat er tussenin zit... Toen ik hiermee begon, hoefde ik echt niet naar een bank te gaan. 90 vierkante meter? Gewoon niet. Nee. De wordt hypotheek? Nee. Inmiddels ben ik ook 11 jaar verder, heb ik dus kunnen sparen, heb ik kunnen kiezen, ik heb dingen kunnen laten. Ik heb werk kunnen doen wat ik anders misschien niet had gedaan, want ik had gewoon geld nodig. Dus ik heb zelf 11 jaar de tijd gehad om dit toch mogelijk te kunnen maken. Dus ik heb me destijds niet laten remmen door het feit dat ik dat financieel niet zou kunnen. En dan wil ik niet zeggen dat dat voor iedereen is weggelegd, want ik heb ook... een leuke baan die goed betaalt en ik heb die mogelijkheden en ik wil daar ook niet heel makkelijk over doen. Maar ik heb echt zelf geleerd dat geld mag geen beperking zijn. En wij zijn gewoon heel duur uitgekomen omdat die crisis ging voorbij en we hebben alle berekeningen gemaakt daarvoor eigenlijk. Dus wij zijn allemaal vrij duur uitgekomen. Maar het kan echt wel goedkoper. Wij hebben er ook voor gekozen om iedereen een eigen architect te laten kiezen. Ja. Dat is ook, dat kost tijd, dat kost meer energie en dus ook geld. Wij hebben ervoor gekozen om in plaats van met 30 huishoudens, met 46 huishoudens te doen. Dat heeft allerlei juridische constructies gevergd. Wat gewoon zo kostbaar is geweest. Dus daardoor is het ook duurder geworden. Maar je kan natuurlijk ook kijken van... En wij hebben heel veel tips van hoe ze het zouden doen, maar... Eigenlijk net zoveel tips hoe je het ook niet kan doen, zeg maar. En hoe het goedkoper kan doen, want er zijn natuurlijk ook woningen. Ja, echt veel goedkoper en sneller. Wat zij allemaal hebben uitgevonden en uitgezocht, dat kun je natuurlijk, dat kan nu natuurlijk meegenomen worden in iets wat betaalbaarder is. Ja.
Ja, dus het maar is niet echt te zeggen van, goh, nou als je een ton hebt, dan ben je binnen. Dan gaat dat wel lukken. Nee, maar naast die ton heb je ook, want ik weet niet of dat voor jullie ook en andere dromers, van jezus, dat doorzettingsvermogen, dat heb ik niet. Had je dat gevoel of denk je van, het ga ik wel de komende decennia me volhouden? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar het is meer dat je, jullie hebben er natuurlijk 11 jaar of gedaan, zei je? 11 jaar, ja. Maar dat is ook een evolutiemodel geweest van het eerste idee tot waar je nu gekomen bent. Ja, hè, met dat grid van wat jij mooi uitlegde, dat is natuurlijk iets wat er bijgekomen is, wat je van tevoren waarschijnlijk niet had bedacht. Dat zo mooi zou zijn. Nee, ik wist niet dat het bestond, als het al bestond. Nee, dat... Ja. Als je dan dat maakt het ook, je wil zeggen, dat maakt het ook extra bijzonder, waardoor het... Nou ja, dat niet alleen. Je hebt ook nu, omdat je dit ook publiek maakt, voor iedereen, maakt het ook duidelijker wat de stappen zijn. Je kan sneller, zou je bijvoorbeeld dit traject kunnen doen, met een bepaalde groep. Ja, en je kan beter kiezen van, is het ons waard om er 3 jaar lang over te doen? Of maken we 3 modelwoningen waar mensen op kunnen inschrijven? Ja. Ja. Dan heb je niet zo'n diverse wijk. Wij zouden het al terugblikkend niet anders doen, maar we zouden misschien wel anders adviseren. Alle variaties zijn mogelijk, ja precies. Ja. Met de lessons learned, hè, die we... Ja. Ja. Ja, ze zijn groot. Ja. 90 vierkante meter is het kleinst. Ja, zoiets. God, maar dan heb je dus... Meer dan 200 vierkante meter. Dus. Ja, maar het kan. Niet al deze woningen, de helft van deze woningen moet je eigenlijk even door de midden hakken. Dus dat scheelt al iets. Maar ja, ik vind nog steeds 90 vierkante meter. Ik heb zelf 105, ik vind het echt gigantisch. Het is in veel. Amsterdam op het water. Ja, ja, ik vind het veel. Dus het kan klein, het kan goedkoop, maar het vereist wel een bepaalde, nog steeds. Ja, jullie hebben natuurlijk die fantastische duurzaamheidsslag met de keuvel ernaast en dat smart grid. Maar als je dat allemaal niet hebt, dan zou het dus inderdaad makkelijker instapbaar kunnen zijn voor mensen. Ja, dat daarom ook dit. Dat is echt onze bedoeling. Dat is de reden, precies. Ja. Dat is precies de reden voor dat platform. Ja, heel erg goed. Nog meer vragen? Ja. Oh, hier een dromer. De dromer. Ja. Nou, droom je nog? Dromen doen, dat is een beetje de vraag. Maar er zitten hier natuurlijk meer mensen. De meeste mensen zitten hier met een reden. En er zitten dromers bij en er zitten misschien al kleine initiatiefjes bij. Ik kan me voorstellen dat bij jullie zich mensen melden die van jullie willen leren. En dat jullie ook als eerste zicht hebben op initiatieven die zich gaan ontplooien. Ja. Hebben jullie daarover nagedacht om dat op een of andere manier met elkaar in contact te brengen of te bundelen? Ja zeker. Ik was op een gegeven moment al heel enthousiast begonnen om een meeting te organiseren, maar het was gewoon niet de tijd. Het is echt een hele hectische periode geweest. Maar ik heb ook wel eerder mensen die dan mij mailden afzonderlijk, heb ik aan elkaar voorgesteld en dat soort dingen. Dus dat is zeker iets waar we over nadenken. Het is niet dat ik daar nu al een kant-en-klaar antwoord op heb. Een website, co-op link, hè, voor allerlei startende woningen. Oké, co-op link. Daar kun je misschien aan koppelen. Dat wist ik niet, ja. Ja. Co-op link. Ik heb het al gezegd. Ik zeg het nog een keer door de microfoon. Wil je nog een keer? Het is heel leuk door de microfoon praten. Ja, goed. Nee, co-op link is een website waar in heel Nederland allerlei groepen die al bestaan zich presenteren. Die zijn altijd op land. Maar daar kun je toch eens een heleboel van leren. Van. Er zijn er ook met huurders, met gemengde groepen, met onzelfstandige eenheden. Er zijn heel veel voorbeelden al in Nederland waar je van kan leren. En ook nieuwe initiatieven die je... dat mensen elkaar kunnen zoeken. Oh, wat goed. Nou, dat is misschien iets op aan te haken. Mag ik daar nog heel even iets over zeggen? Oh, daar is ze. Ja, dat is nog iemand met een microfoon. Julia, zeg We hebben, je vroeg of er al over was nagedacht. We hebben een, Schoonschip heeft een nieuwe stichting opgericht. Omdat natuurlijk Stichting Schoonschip die stopt straks. Want dan is het gesticht. En dan is dus de deur, dan liggen de arken er. Dan stopt om allerlei redenen Stichting Schoonschip. Dan heeft dus de Vereniging van Eigenaren, die mag natuurlijk zelf niet zo heel veel doen. Dat staat ook allemaal in het juridisch platform. Maar dus we hebben een nieuwe stichting opgericht, Pioneer Vessel. En die gaat initiatieven ontwikkelen. De centrale waterwoning die al eerder voorbij kwam, die we nog moeten bouwen. Maar die is er als het goed is begin volgend jaar. Daar gaan we allerlei activiteiten vanuit ook organiseren. Dus gaan echt initiatieven ontwikkelen ook. Dus of in ieder geval mensen. Ja, en we willen bijvoorbeeld zoiets als dat mobiliteit. Dat willen we natuurlijk niet alleen voor ons. Dat willen we ook in de hele Buikensloterham. Dus dat kunnen we van daaruit doen. Dus de verkering begint dan van daaruit. Ja. En dan nog wat de meneer wat heel terecht zei. De verbindingen leggen tussen mensen die dezelfde soort ideeën hebben. Van jongens, gaan jullie eens met elkaar praten. Maar dat gaan we inderdaad doen vanuit die Pioneer Vessel. Dat is de nieuwe stichting. Oké, de Pioneer Vessel. Ja. Wou jij nog wat zeggen, Pauline? Want jij keek een beetje. Nee? Nee?
Fantastisch. Ja, ja, precies. Nou, laten we daarmee even. Wat, hoe sluit je fantastisch het best af dan met een heerlijke goudgele rakker aan de bar? Dat gaan we wat toch komt doen. Er nu dan? Groot applaus voor Schoon Schip. En voor de toekomst. Jullie mogen weer met elkaar gaan praten. En ga lekker en inspireer elkaar. En heel veel plezier. Alsjeblieft.